Mijn leven. Toen dacht ik: Oh my god, 50.000 euro geïnvesteerd. Ach, dit is het echt niet. Ik zie hier hele dag in die winkel te staan. Dus toen uh, heb ik het uh, weggedaan in die winkel. En welkom in mijn huis. Hier bezin ik ideeën, hier zak ik boeken. Hier stuur ik mijn personeel aan. je 21-jarige leeftijd ben je begonnen bij goede tijden, slechte tijden. Je bent verder prestige geweest, DJ. Ik heb dus een keer ontdekt dat de partij waar ik mee samenwerkte uh, niet eerlijk was. En toen had ik gewoon terug moeten stappen en mijn personeel had moeten laten oplossen. Toen heb ik me zo laten gaan in een meeting. Soms moet je aan je vijanden verdienen niks, laat ik het zo zeggen. Wil je de waarheid of wil je gewoon nog geld verdienen? Hij staat in de bijstand, maar ik denk dat ook daar wel een beetje mijn drive vandaan komt. Dat ik heel graag heel hard wilde werken achter helemaal geen geld. Ik was net uit elkaar met de vader van mijn kind. Ik denk gewoon dat pijn altijd ergens goed voor is. En dat er altijd een leermoment in zit. Door tegenslagen weet je ook niet hoe het voelt om succesvol te zijn. Om het onderwerp helemaal te switchen. In de quote drie jaar geleden zei je: Ik wil Killer Body verkopen voor 100 miljoen. Hoe staat het inmiddels met het plan? Nou. Nou ja, veel mensen weten niet dat jij uh, ja, naast een bekendheid ook een zeer ervaren ondernemer bent. Uh, en een miljoenenbedrijf runt, in ieder geval. Ik denk dat ik eerder je product kende dan dat ik wist dat jij erachter zat. Of dat goed is of niet, dat uh, kunnen we later bepalen. Jouw producten, waar ik dan in ieder geval op een gegeven moment heel bekend mee werd, zijn de My Killer Body repen. Die in de supermarkt liggen, ook bij ons in de buurt. En mijn vriendin en ik vinden allebei de lemon cheesecake repen echt top. Die gaat regelmatig mee als, uh, als snack. Je hebt daarnaast ook meer dan 350.000 boeken verkocht in meer dan 50 landen. Ook niet niks. Um, en als we het internet mogen geloven, dat is altijd de vraag of we dat dan ook mogen doen, is dat je een vermogen hebt opgebouwd van inmiddels van 8 miljoen euro. Als dat dan zo is, weten we niet. Maar uh, je hebt in ieder geval een hoop succesvol gedaan in je carrière. Het begin was heel anders, want uh, op je 21-jarige leeftijd ben je begonnen bij goede tijden, slechte tijden. Iets heel anders dan ondernemen. Um, je bent verder presentise geweest, DJ. Je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Maar volgens mij hoop ik, heeft ondernemen een klein beetje je hart veroverd. <laughs> ik vind het super leuk om vandaag wat meer te ontdekken over Faya de Leuk. Dus daar wil ik uh, graag wat dieper op ingaan. En eigenlijk het eerste wat ik benieuwd naar ben, is jij deed een hoop dingen op tv, presenteren, eigenlijk een carrière waar één denk ik al heel veel, zeker uh, jonge meiden en uh, jongens van dromen op tv dingen doen en jij had zoiets van nee ik wil eigenlijk ook nog wat met ondernemen gaan doen wat wat was die transitie wanneer dacht jij van nee ik wil meer ondernemend ook dingen gaan doen oh best wel snel want als uh, klein jong meisje wilde ik echt in goede tijden slechte tijden spelen daar heb ik echt ook alles voor gedaan dat riep ik toen 12 was en ik kwam er uiteindelijk in toen ik 21 was mm. dus It's ik heb mijn hoop, hoop nooit opgegeven zeg maar ik heb daar, ik heb dat echt wel gecreëerd zelf die rol om daarin te spelen en, uh, <laughs> Um, maar toen besefte ik me heel snel binnen dat platform goede tijden Tijd Tijden... waarin je uh, eigenlijk um, iedere dag werkt, dus je hebt iedere maand geld. Dat dat een luxe positie was als actrice in Nederland. Uh, Nederland is een heel klein land, en in een serie kom je iedere dag op tv, dus heb je iedere dag werk. Maar stel je speelt in een soapserie, maar stel je speelt in een film of in een andere serie, dan heb je waarschijnlijk een opnameperiode van tien weken, en dan ben je daarna gewoon werkloos. En je krijgt in Nederland per dag betaald, mm. dus heb je tien weken geld, en daarna eigenlijk gewoon niks. Uh, dus in goede tijden en slecht tijden verdiende ik 1300 euro in het eerste jaar, volgens mij 1800 euro in het tweede jaar en per maand? 2300 euro in het derde jaar. Ja, ja. netto. En uh, toen was net van de uh, gulden naar de euro. En uh, ja, ik had een kind, ik was tienermoeder natuurlijk, die moest naar de crash, dus 800 euro werd niet vergoed. Uh, dus ik had, ik had eigenlijk gewoon ja, financieel heel krap toen ik in die serie zat. En toen ben ik gaan snabbelen op het snabbelcircuit. Ja, biertappen. Je kent het allemaal. van hm. Foto's op kermis en dat soort dingen. Foto's op de kermis. Ja, en daar Dream verdien je dan wel echt wel serieus geld. Maar in die tijd was Goede ja. Tijden natuurlijk de enige serie. Uh, met onderweg naar morgen en zo. Maar je was uh, mega populair. Dranghekken, al, alles erop en draaien. Ja, leuk. Mm. En uh, dus daar verdien ik dan mijn geld wel mee. Maar toen dacht ik wel, ja, nee. Het ging ik met de vader van mijn zoon, Daniel. En hij was een ondernemer. Um, en hij zat in de hotelbusiness. En uh, onroerend goed. En ik heb heel erg met hem mee zitten kijken. En eigenlijk verdienden de meisjes die bij hem in het hotel werkten. die ontzettend. Ik wist toen helemaal niet dat als je bijvoorbeeld binnenkwam uh, lopen in een hotel. dat je dan pas. dan kijken ze gewoon wat je aan hebt. en dan zeggen ze de prijs. Nou, dat doen ze niet in vier, vijf sterrenhotellen. maar in die één, twee, drie sterrenhotellen. kijken ze gewoon wie komt er binnen. En één, twee, drie sterrenhotellen. verdien je heel veel geld. Want je hebt geen extra service en geen extra personeel. Je hebt gewoon een kamer. en je betaalt vijf euro. Schoonmaakkosten per kamer. Dus ja, het is gewoon: oké, okay, die ziet zo uit. Oké, okay, kamer is rond 50 euro. Oh, dat nee, oh we hebben er ook nog geen voor 100. <laughs> en die meisjes die daar werkten, die dus heel goed waren, die verdienden meer dan, dan mijn salaris bij goede tijden. En toen dacht ik: wat ben ik nou aan het doen? Weet je wel. En toen hm. was eigenlijk zoveel iets: ik wil gewoon gaan ondernemen. En toen ben ik uh, weggegaan uit de serie, omdat ik ook uh, de afhankelijkheidspositie uh, niet zo fijn vond. Uh, en ook dat ik altijd aan het werk was van 7 tot 7. En daarnaast uh, zat ik ook wel in een relatie met de vader van mijn kind, die best wel jaloers was. Dus uh, als ik dan met Basmeis aan het zoenen was, was ik s'avonds altijd ruzie. <laughs> um, dus toen dacht ik, weet je wat, ik stop hier gewoon mee en ik ga gewoon ondernemen. En toen heb ik in de eerste instantie verkeerde keuzes gemaakt door dingen te doen waarvan ik dacht dat ik heel rijk zou worden. Hmm. Dus dat is niet je passie echt. Je gaat eigenlijk iets doen op basis van het verdienmodel. Maar ik ben niet iemand die alles tot in de bodem uitzoekt. Ik ben niet iemand die perfectionistisch is en dan nooit begint. Ik begin gewoon en ik zie later wel hoe het loopt. Oh, goede eigenschap. Ja, daar ja. heb ik wel veel geld mee verloren. Oh. Want als uh, mijn vriendinnetje werkte op dat moment in een kinderkledingwinkel in Amstelveen. En die uh, zei ik, wat verdien je daar nou eigenlijk? Of wat is de omzet, de dagomzet, weet je wel? En dan zei ze, oh, 3000 gulden, euro. Dus ja. dacht ik dacht, oh, 3000 euro per dag. Ja, ik ga een kinderkledingwinkel <lacht> beginnen. <lacht> <lacht> dan ben ik gewoon een kinderkledingwinkel in Zandam gaan beginnen. De locatie niet onderzocht. Uh, uh, ja, man, ik, dus dan stond ik daar op een gegeven moment. stond ik gewoon in een kinderkledingwinkel. Toen dacht ik, dit is toch niet mijn leven dat ik nu. En er komt hier niemand binnen, weet je wel. Het was mijn dochter, het was zeven, die ging dan op straat staan. We hebben hier een kinderkledingwinkel! <laughs> ja, Kom naar ja, ja, binnen! Ja, ja. <laughs> niemand kwam. Toen dacht ik, oh my god, 50.000 euro geïnvesteerd. Dacht ik, dit is het echt niet. Ik zie hier de hele dag in die winkel te staan. Dus toen uh, heb ik het uh, weggedaan, die winkel. Nou, pijn, een beetje pijn in mijn hart. Maar ja, ja een drol moet je niet opkomen, moet je doorslikken. En zo spraytankabines. Sorry, wat? Een droom moet je niet opkomen, moet je doorslikken? <laughs> ja. Je gewoon, hè, dat moet je dat gewoon een paas. Dat gezegd kende ik nog niet, maar, <laughs> maar dankjewel, die ga ik meenemen. Ja, die moet je gewoon... Uh, ja. Soms doet de ondernemen ook pijn, hè? Uh, ja, toen kwam ik er best wel snel eigenlijk achter dat alles wat ik had geprobeerd, dus ik gaf ook feesten en ik deed dan spreet dat het allemaal was niet omdat mijn hart dat wilde, maar gewoon omdat ik rijk wilde worden. En ik denk dat dat de allerslechtste graadmeter is voor succesvol ondernemen. Dat je iets gaat doen voor rijk voor rijkdom of succes maar dat je het eigenlijk helemaal niet leuk vindt want dat betekent dat je er iedere dag mee bezig moet zijn met tegenzin dus ik stond dus in die winkel met tegenzin zeg maar ja. en dat hou je gewoon niet vol en ook natuurlijk niet omdat die niet liep maar al zou die wel hebben gelopen als jij de hele dag in een kledingwinkel moet staan terwijl dat niet je passie is dan hou je dat gewoon niet vol en dat is denk ik wel wat ik heb geleerd en uh, My killer body motivation je noemde het net al mensen raken in de war je hebt my killer body motivation MKBM en je hebt killer body en het merk wat in de supermarkt heet, uh, ligt is Killer Body. Lekker. En mijn Killer Body Motivation dat is gewoon een Instagram-account uh, gestart in 2016 om mezelf te motiveren. En het werd een uh, inspiratie voor anderen. Dus dat werd een organisch succes vanuit mijn passie. En dat is echt. Ja. En dat voelen mensen dat het echt is. Want ja, je gaat erover spreken zoals het is, echt en... Obstakels, lukt het wel, lukt het niet. En dan willen mensen je ook volgen. Want die denken, je bent nu iets echt aan het doen. En als ik kleding ga verkopen ineens of dat, mensen voelen dat dat niet echt is. Ja. En uh, ja, dus dat werd eigenlijk ook een, een, een inspiratie voor anderen en toen kwam het succes van het boek. En zo is eigenlijk uh, mijn supplementenlijn, en toen ben ik de supplementlijn gaan veranderen weer en aan gaan passen en zo. En met killerbody besta ik nu 3,5 jaar, dus dat, dat merk wat in de supermarkt ligt. Ja. Dus dat is wel hard gegaan, want het ligt volgens mij in. Paar duizend supermarkten ja, het ligt in alle supermarkten in Nederland bijna ja, zo Sick. Dat is wel veel. maar dat betekent <laughs> niet dat je daar heel veel geld aan overhoudt. Oh, <laughs> een kanttekeningetje, oh, oh, oh. maar hebben nog wel eens een onderhandelingspositie. Ja, uh, dus ik heb, ik heb ik iets te laat ingezet op de webshop, dus mm. een jaar geleden zijn we de webshop begonnen, we zijn dus eerst in de supermarkt begonnen en ja. dat had ik beter om kunnen draaien, maar dat was ook niet helemaal mogelijk omdat ik ben begonnen met repen mm -hmm. ja. en dan moet je minimaal van eens maak sowieso 150.000 van produceren op een jaarbaas om überhaupt in die fabriek te kunnen produceren. En ook 50.000 per batch. Dus dat raak je niet. Als jij net een webshop begint, raak je dat niet binnen een jaar kwijt. Nee, bederft natuurlijk. Dus ja. je moet ook. Dus ja, ja ik ben begonnen in een supermarkt. En dan had ik eigenlijk achteraf gezien. Maar ja, dat is koffie. Ik kijk of achteraf geloof Als je dan, zeg maar. Um, had ik tegelijkertijd met die webshop moeten beginnen. Ja. En dat heb ik dan een jaar geleden gedaan. En die gaat nu wel heel goed. Uh, en de, ja, de marge in de supermarkt zijn gewoon een stuk. Uh, Lager. En als je dan nog een beetje dit moet betalen en dat moet betalen, ja, dan blijft er aan de onderkant eigenlijk niet zoveel over. Dus ik zie de supermarkten echt meer als branding. Webshop-eigenaren met meer dan 50.000 euro maandomzet, opgelet. Wil jij jaarlijks 120.000 euro extra omzet realiseren? Zonder e-mailmarketing mis je 20 tot 30 procent aan potentiële omzet. En bij mailsboosters ben je volledig ontzorgd door experts en is je e-mail in goede handen zonder kopzorgen. Meer uit e-mail halen, check dan mailboosters in de beschrijving. Dat is wel interessant. Ik heb het idee dat de rol van supermarkten, zeker voor A-producten of echt merkproducten, heel anders gaat worden. Of misschien dat ik dat nu pas realiseer, maar je ziet bijvoorbeeld ook die jongens van upfront. Mm -hmm. Die hebben dan ook dingen in de supermarkt liggen. Maar ik heb het idee dat het veel hun meer. is... Ze zijn wel is... beter begonnen hoor. Ze zijn online begonnen natuurlijk. Ja, met precies. Met ja, de maximale ja, ja. marge. En ze zijn daar naar de supermarkt ingegaan. Ja. Ik heb het idee dat het voor hen ook, in ieder geval, dat was voor mij, ik had nooit upfront. Want ik dacht, ja, ik ga niet zo'n heel pakket bestellen. Bla, bla, bla Maar als ik er één kan kopen in de supermarkt en ik denk, dat oh, vind ik top. Dan bestel ik ja. de rest wel online. In ieder geval, zo zou ik dan denken. Ja, als klopt. je het een keer proeft. Ja, een het is laagdrempeliger. Ja, ja. je, je hebt was. ook bijvoorbeeld van IGSL, uh, heb je die uh, meals. Heb je nu ook vaak liggen in de supermarkt. Ja. Olivier Richters heeft die wel eens prepjes, die maaltijden. Meals, maaltijden, ja. maaltijden ja. Ja. Dus je ziet het ook inderdaad veel vaker voorkomen. Dan hou je een keer een maaltijd en denk je, oh, het is eigenlijk best wel goed. En dan kan je het online gaan bestellen. Dus op zich is dat wel een logische gedachte. Ja, dat is zeker een logische dag, gedachte. Dat wil je ook uiteindelijk. Je wil dat ze het gewoon lekker vinden. En dat ze dan daarna bij jou online bestellen. Dat ja, wil je. En ja. dat je het ziet. Hè. Je ziet het in de supermarkt staan. Dus ja. Ja, je bent wel je merk aan het bouwen. Ik bedoel, ik sta met drie tripacks uh, achter de, naast elkaar. Dat, dat geeft wel een soort stopkracht. Dus je bent wel echt je merk aan het bouwen, maar. Uh, ja, je moet er wel nog iets dingen bij doen. Mm -hmm. Je kan niet leven van de supermarkt. En dat denken mensen vaak. Ja, misschien wel met sommige dingen. Maar de rotaties van een reep. Toen ik begon bij Albert Heijn was ik de enige. Of drie. En nu zijn er 42. Mensen, er zijn niet zoveel meer klanten. Uh, nee, zijn nee. Mensen gaan kiezen. Of die van jou. Of die. Of die. Of die. Uh, en dan uh, moet je wel concurreren tegen merken. Die veel meer marketingbudget hebben. Als een... Ja, starten, want dit uh, Killermoeder bestaat 3,5 jaar. Ik ben echt nog een start-up. Ja. Ja. ja, en ik ben ook begonnen met alleen repen. Um, en sinds vorig jaar hebben we dan ook andere producten erbij. Kijk, met repen alleen beginnen. Nee, ik ben trouwens met repen en proteïnewater begonnen. En proteïnewater was een flop. Dus dat, ja, dat moet je dan weer doorslikken, die rol. Dus dat was, uh, daar heb ik wel echt geld op verloren. Dat was heel leuk geprobeerd. Maar in Scandinavië heb je echt 10, uh, 20 uh, smakenproteïnen waar het er in het schap staan. Maar in Nederland waren ze daar gewoon nog niet klaar voor. Want je proefde nee? echt die. Uh, ja, dat weigen Ja, en dat was gewoon niet zo lekker. Het proefde eigenlijk als je dr dronk water, maar een beetje droog. Dat je een droge mond ervan kreeg. Want dit is eigenlijk wat je nu een beetje ziet opkomen, clear way Maar ja. dan eigenlijk al pre-shaken, gewoon ja. omdat het in een flesje zat. Ja. Ik vind dat dus tegenwoordig fucking chill. Want ik yeah. vind shakes echt Healthy. niet ja. heel top meer. Want ik heb gewoon zoveel shakes al gedronken, op geen gegeven moment ben je er klaar mee. Ja. En ik vind die clear way nu top. Drink gewoon de hele dag door. Ja, ik was denk ik te vroeg. Ja. Voor, uh, ik zie het ook nog steeds niet ergens anders bij andere merken. Dus ik was te vroeg. En daarbij kwam ook nog, we waren het bedrijf net begonnen op deze manier. We gingen net uitleveren aan de supermarkten met alles wat erbij kon kijken. Uh, ik had mijn logistiek nog niet op orde, mijn voorraadbeheer niet. Dus ik heb veel te veel besteld. Mm -hmm. Dus dat was wel, uh, ja, dat was gewoon mijn, mijn eerste mistake, zeg maar. Weer YOLO. En... <laughs> en hoe merk je dan dat het toch iets is waarvan je af moet stappen en ergens anders mee moet doorgaan? Nou ja, de rotaties liepen gewoon niet. En ook met zulke, uh, zulke producten zoals in flesjes en blikjes... moet je hele grote aantallen afnemen. Ja. Dus, uh, en ik had toen nog niet eens die webshop. Dus als dan de rotaties niet doorlopen... we nog toen bij Jumbo en Jumbo was echt heel coulant... Ja. Want die heeft ons niet uit het schap gegooid ofzo. Waar we uiteindelijk zelf voor gekozen Maar die, die wilde, ja, die zag er. Kijk, Jumbo wilde zelf heel graag proteïnewater. Die zag daar zelf echt iets in. Mm -hmm. um, alleen het liep gewoon niet. Maar daardoor waren ze wel heel coulant. Mm -hmm. um, ja, en op een gegeven moment moet je er gewoon afscheid afsch van nemen. Dan moet je gewoon verder gaan. Ja, ja dat is ondernemen. Jumbo is nu wel goed uh, met die proteïnerepen bezig. Hè? Ja. We hebben nu je eigen meiproteïnerepen. Ja, ja. Klopt, maar dat vind ik er echt dat... niet uitzien. Dat zou ik nog nooit kopen. Nou, omdat ja. ze er niet uitzien of omdat het niet lekker is? Ik heb er wel eens, en ja, Ik moet sowieso zeggen dat ik heel veel proteïne en repen niet echt lekker vind. Maar die van mij wel dus. Ja. Die ja, zijn ook het lekkerst. Ja, ja, vind <laughs> die van jou heb ik nog nooit gevonden. <laughs> Wat is ja, de beste? Hey, jou, die heb je helemaal nee. gegeten, Maatje. Wanneer? Ik ga jou precies vertellen waar. Daar wil ik ook nog een vraag over vertellen: Maximum Potential. Precies een jaar geleden ja. kregen wij een tasje. En in die jasje zaten allemaal repen. Daar zat de lemon cheesecake in. Daar heb ik toen gelijk zes naar binnen gestouwd. Voordat u wou de En daarna kwam ik thuis. Dat kreeg ik aan mevrouw gegeven. En die zei: Dit is fucking lekker. En toen zag ze in de supermarkt. En nu komt mevrouw de tijd mee thuis. Lekker snack. Oh ja, dus vandaag begint het weer. Het ligt weer. Ik heb het weer in de tasjes bij Michael. Ja, dus slim. Ik ben in ieder geval één klant die daar uitgekomen is. Want zo werkt het wel. dat heb ik ook echt gezien. We hebben afgelopen jaar veel dingen uitgeprobeerd. Op de huishoudbeurs heb ik 20.000 repen verkocht. Door gewoon. Stukjes te snijden, uit te delen voor mensen die lang liepen, en dan, dan zeiden ze: huh, Is dit gezond? Zit hier maar 1,4 gram suiker in? Want dat was dan ja, 1,4 gram suiker, 13 gram eiwitten. 20.000 reep verkocht op de huisartbeurs, en dat zagen we echt wel meteen daarna ook in de webshop terug. Dus ja. Ja. Uh, dat is echt onze strategie nu: ook sampling. Ja, Want als mensen het maar hebben geproefd, dan denken ze: huh, is, dit een, is dit een gezonde reep? Ja. en uh, op een reclamebord een reep voorbij zien komen. Ja, dan ga je, ja, dus wel misschien en en en, maar. Dan ga je het niet zo snel nemen. Ik denk dat je het echt uh, gewoon moet proeven. Ja. Ja. Enige die bij mij wel ooit in het begin... die zijn ook wel heel snel opgekomen, verkocht. Van Tom Biljeu. Ken je Tom Biljeu? Nee. Oprichter van Quest. Ken je nee. Quest-repen? Ja, nee. Maar ja, dit is heel, die zijn er nu niet meer. Toch? Nee, die zijn niet meer. Ik weet ook niet waar die gebleven nee. zijn. Of die alleen nog gaan merken. Ja. Maar dat was toen wel... Ik was toen helemaal into fitness. Ik keek al die gasten online. Hmm. En daar was iedereen gesponsord door Quest ja okay. dat was op een gegeven moment weet ik nog wel dat was echt dat op een gegeven moment al iedereen in de gym quest, quest 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 dat was ja. echt dat ontplofte gewoon helemaal oh, ja. op de markt. Wel, die Tom die was diep depressief hè die vond ja. het helemaal ja. niet leuk dus heeft op een gegeven moment verkocht en nu is hij helemaal die motivational guy geworden ja. Ja. want die was repressief toen hij zijn bedrijf echt helemaal aan de top stond ja. hij had wel even een miljarden bedrijf gebouwd in volgens mij drie vier jaar ja dus wow. hij had wel dat ook zijn leven gebracht. opgegeven ja. daarvoor voel je jou ook wel interessant om is ja. hij heeft heel veel content hij vertelt ook heel veel over hoe hij die repen Hey, is van hem gebouwd? Heeft. Oh, daar heeft hij een podcast hem over gemaakt. Ja, toch? hij heeft, dat, hoe heet dat, hij van heeft hem het voor heel veel geld verkocht. Ja, ja, miljarden volgens mij. Volgens, ja. heeft hij het nee, nee, volgens mij heeft hij iets voor miljarden verkocht. Nee, 500 miljoen volgens mij is iets voor verkocht. Ja, ik denk de waardering dan misschien een miljard. En dan hij zijn wat ja, hij nog overal in Afrika. Oh ja, dat is Hij wel, deed het ook ja. nog met een paar anderen. Ja. Ja, ja, hij ja, was niet de enige. mooi Vandaag, zo direct, ga ik mijn internationale deal echt tekenen nu. Ik heb een deal gemaakt met een internationale distributeur. En we hebben volgende week een call met Midden-Oosten. Om mijn, lijn, mijn nieuwe lijn te presenteren. Want ik, ben, ik heb een nieuwe lijn ontwikkeld voor vrouwen. Hmm. Omdat ik wel me echt wil positioneren als vrouwenmerk meer. Dus proteïne hebben we natuurlijk genoeg. Maar ik wil me echt wel richten op de vrouw. We ja. hadden het voor de opname al even over de PMS-week en dat soort dingen. Dat, die vrouw, uh, je, ja, dat je gewoon je vent haat. Dus er zijn gewoon verschillende fases in de cyclus van een vrouw. En daar heb ik op ingespeeld. Er hey, is denk ik echt een fantastische markt voor vrouwen: dat is die ene week in de maand dat ze alleen maar chocola willen vreten en dat, dat ze eigenlijk op zoek zijn. Een week ervoor? Ja, dat is omdat je progesteron opbouwt. Dat is een uh, hormoon. En dat, dat bouwt op op suikers. Ja. En er weet bijna niemand dat dat zo is. Dus je denkt cravings, craving", maar dat is gewoon echt de natuur. Alleen de, de kunst zit hem natuurlijk wel dat je dan goede suikers eet en niet ja. chocoladerepen. Ja. Of ja, onze proteïnerepen natuurlijk. Ja, Maar ja. ja. wel leuk. Dus veel ontwikkelingen maak je ook door. Ja. Het Was het dan ook met uh, de Albert Heijn en met de Jumbo? Uh, want ik hoor je over Albert Heijn praten, over Jumbo praten. Ik kan ook wel verwachten dat zij zeggen, heel leuk als je bij de Jumbo komt uh, liggen, willen we eigenlijk niet dat je bij de Heijn gaat liggen. Nee, dat heb ik nooit gehoord. Maar ik heb eerst anderhalf jaar alleen bij Jumbo gelegen. Ja. Um, en nu heb ik ook weer aan Jumbo een exclusieve reep aangeboden. We hebben namelijk um, um, de lekkerste veganreep ontwikkeld. Oeh, die is, hey, die is wel wat voor mij. Oh, die is <laughs> lekkerder dan de gewone repen. is dus echt, we hebben salted caramel en we hebben dark chocolate. Maar die dark Oeh. chocolate... Normaal puur chocolade denk ik, mm, maar dit is ja. echt niet normaal. Maar die salted caramel, die is dus met melkchocolade, maar dan vegan melk. Ja. Ze zijn zo lekker. Mm -hmm. Dat je echt gewoon denkt, huh, is het echt gewoon lekkerder dan elke proteïne Ook lekkerder dan die andere van mij. Dus die heb ik nu gisteren toevallig exclusief aan Jumbo aangeboden. Want het is ook wel handig om dat even te doen. Om even te bouwen met een merk en met zo'n bedrijf ja. aan, aan zo'n reep, zeg maar. En ook voor je marketing is dat handiger om te zeggen, hij ligt daar in het schap. Ja. Welke vestigingen gaat dan... Uh... Nou, ik heb het ge gisteren gepitcht, dus ik heb nog niet. Oh, je hebt nog niet. Ik vind het nee. wel leuk zeg maar, als ik dan kijk naar markten waar je toffe dingen kan doen. Wij hebben ook gesproken met René van der Zel van XXL Nutrition. Ja. En daar zag ik laatst ook dat zij dan een actie hadden met de HEMA. En dan hadden ze Die XXL Tom Poes nee, ja. Ik dacht, bro, ik moet er twintig hebben. Heb je hem niet? geproefd? Nee. Want het was gewoon heel snel uitverkocht. Ja, ik heb, ik moet zeggen, heb niet heel hard gezocht ook. Oh, was het een eenmalige iets? Ja, ja, het was oh. gewoon één keer een hele badge. En, uh, iedereen, maar dat vind ik ook wel een leuke actie. Gewoon oh, van het ja. is er nu en er, daarna ik is het. Ik heb ze wel meer. gehaald. Ja. Waren ze ja. lekker? Ja, ik vond even nadenken. Die toen, was echt roze aan de binnenkant. En die andere was, die andere was lekker. Stroopwafel. Die was lekker. Ja, maar ik ben een stroopwafel. Ja, ik fan. ook. Ik, ik kan ja Ik heb laatst gewoon 7,50 euro betaald in Amsterdam. Wat echt tegen alles inging. <laughs> maar ik ja. vond hem niet zo lekker. Voor, uh, voor die speciale ja. stropwaffen. Uh, ja, ik ik dat nee, zijn want... niet met half chocolade en wat dat soort nee, 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 Het bullshit. was gewoon wel een stroopwafel. Gewoon, maar ik, ik bedoel, die roomboter die echte goede, die echt lekker smaak, dat had hij niet. Ja. 7,50 euro. Ik ging met mijn zoon. Ik zeg, let je op even. Er drie, uh, half grade staan de 3,5 graden hier stroopwaffen te maken. Het kost geen droll. Die tent super klein. En die grote, toch? Zo'n wel. Op de reken toch? maar uit. Is dat van wonderen? ja ik denk op die hoek ja was, ja, ja, ja volgens mij is dat van wonder ja ik denk, die moet gewoon wakker worden ja. tegen mijn kind moet gewoon wakker worden en zoiets gaan doen ja, ja. maar tegelijk dat is heel gaaf Je woont ook in kant, toch die. Eigenaar? de stroopwafelbusiness zijn we nu ineens mijn zusje heeft daar best een tijd in gezeten die heeft dus bij twee verschillende stroopwafelwinkels gewerkt Eén in nieuwegein en één in utrecht en die zijn wel allebei failliet gaan ja ja failliet nou eentje was ja, gewoon niet echt op een a-locatie dat liep uh. dat was gewoon niet helemaal top maar de ander was echt op een a-locatie in utrecht en toen brak covid uit Oh ja, dus zo was het was het eerlijk, dus dat is, het is ook niet helemaal eerlijk. Het is niet helemaal eerlijk, maar... Ja, ik geloof Want in Amsterdam dat gaat hij echt als het hier wat Dat is van die hekken. Ja, ja. 7,50 euro. Dat kost wel... echt 50 cent of zo, hè? Ja, ja, ja ik... kijk, dan, ik ben dan weer heel stuurs. Ja, als ik langer dan twee minuten moet wachten op een stroopwafel, dan ga ik wel naar ja, maar die geur... Door. Ja, die is top. Die geur die houdt mij gewoon kijk, daar. Jij, is, maar maar ergens is. moet ja, ik wel zeggen: eerlijk, jij zegt twee minuten, maar dan ben je met je vriendin. En je vriendin wil ook heel graag. En je hebt toch alle tijd, want het is zondag. Dus je gaat toch in de rij staan. Ja, je ah, gaat vriendin heeft heb ook aan. weinig geduld. Snap toch? je? Want ik had dit ook. En ik heb ook gewoon die stroopwaal <laughs> gehaald, snap je? Ja, en ik okay. heb ook die koekjes gehaald in ja. Amsterdam, snap je? Ja, oké. Okay. Ja, en ik ja, ga ja, waarschijnlijk ja, ook nog bij die patatzaag staan. Want daar staat ook altijd een rij. En het is toch zondag, inderdaad. Ja, 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 En gaat toch wel snel, ah, ik hè? moet zeggen dat ik dan... We gaan nu wel echt diep in op stroopwafels, fuck <laughs> it. Dat ik vind gewoon huismerk goedkope kutstroopwafels... en er dan het liefst tien in één keer in je bek douwen... ja, dat heeft die schoors Dat vind ik fantastisch. Ja. Dat vind ik echt lekker. Ja, wel die, gewoon die roomboter. Als er op staat roomboter, want die andere vind ik niet zo lekker. Van de benzinepomp vind ik ook niet zo lekker. Roze koeken en stroopwafels, dat zijn echt mijn guilty pleasures. Je hebt het echt veel gegeten, hè? Hé hey bro, ik heb echt... Ik had een tijd dat ik je weet elke wel, dag... ook specifiek, die vind ik wel lekker, die vind ik niet lekker. Over welke? Stroopwafels of roze koeken? Stroopwafels. Oh, ja. Roze koeken vind ik wat te heftig. Ik heb tegenzij daar een hap van nemen dat mijn glazuur gewoon boom, eraf knalt gewoon. Dat vind ik net iets te heftig. Nee, ik heb goede. wel Oké, okay, daarna gaan we echt stoppen over koekjes. <laughs> ik heb wel laatst zelf roze koeken gemaakt. Je hebt dus een pak. Ja. Die heb je Dr. Oetker, bij de appie staan. Ja. Ik weet niet of je die wel eens gemaakt hebt. Nee. nee. Heb. Dat is lekker, man. Wel? Ja, het is ook leuk om te doen. Zelf hier onze koek nee, maken is top. Een keer op een zondag of zo doen. Vies. Moet je dan ook? Nee, twee nee, het is super makkelijk. Het ja. is gewoon letterlijk twee dingen mixen en dan is het bakken. Maar jij bent ook ja. echt een zoete kou. Ik ben een alles kou. Maar wacht, ja, ja hoor. <laughs> ik eet alles. Heeft het langer dan twee minuten geduurd om dat te maken? Uh, nou, bijna niet man. Het mixen is letterlijk <laughs> er water bij roeren en dan is het klaar. Vleut in, in de oven. Oké, okay, oké. Okay. Dus dan moet je ook twee ja. minuten wachten ongeveer. Okay. <laughs> ja, okay, ja, is goed. Is goed, is goed, is goed. Lekker zo. Hey. Ja, over het ondernemen. Ik ben wel heel benieuwd. Je gaf aan, je wou graag een ondernemer, want je wou geld verdienen. Mm -hmm. Op een gegeven moment zal daar ook wel een kantelpunt in gekomen. Maar wat drijft je dan om te gaan ondernemen? Want je zou ook kunnen zeggen, van, nou, ik kan genoeg andere dingen doen om veel geld te verdienen. Dat kan in loon uh, Ik ook. Je gaf vanzelf. Je wil je studeren? Aan. Nee, sales. Ja. Ik ken. Zou ik ja, misschien respect. wel kunnen ook sales. Want dat doe ik daar, doe ik nu ook in mijn bedrijf. Vind ik ook wel leuk om te doen. Zo'n pitch bijvoorbeeld aan het de Midden-Oosten denk ik al oh, leuk nou, mijn Engels niet heel goed. Maar, um, maar ik vind wel. sales wel leuk. Ik vind het heel erg leuk om mijn enthousiasme over te brengen. Maar ik denk dat ik. Um, ik hou van controle. Dus als je voor een baas werkt, ja dat denk ik dat het wat moeilijker zou kunnen gaan. Um, ik hou van vrijheid. Mm -hmm. Ik ben echt wel gesteld op mijn vrijheid. Wat om, ja, Wat betekent vrijheid dan voor jou? Nou, uh, dus ook gewoon echt. Soms heb ik mijn ochtendritueel, dan ga ik soms uh, opstaan, mijn paarden doen, de honden doen, uh, de, alles, en dan sporten, en dan ben ik om tien uur op kantoor. Ik bepaal ja. zelf mijn tijden. Tuurlijk, als er nood aan de man is, sta ik om zes uur op, en dan ben ik aan het werk daar niet van. Maar ik ben wel zo van, of als ik dan nu ben, ik dan jarig uh, volgende maand denk, ja, dan ga ik vijf dagen even weg. Mm. Uh, ik wil dat gewoon zelf kunnen bepalen, die vrijheid. En ook uh, wil ik ook. Ik weet ook als ik wat harder werk, verdien ik wat meer. Je, ja, je bent toch afhankelijk van wat iemand je anders dan geeft. En ik vind het gewoon heel leuk om dingen te creëren die ook zelf mijn passie hebben. Dus niet gewoon wat ik dan in het begin deed voor geld, maar zoals nu met die vrouwenlijn. Kijk, toen mijn boek uitkwam in 2016, toen vroegen heel veel vrouwen aan mij: kun je een boek schrijven voor de overgang? En toen dacht ik: de overgang is echt gewoon nog voor mijn gevoel. Daar ben ik nog lang niet, weet je wel? Ik was toen 30 denk ik toen het boek uitkwam. En uh, nu ben ik, word ik 43. En nu denk ik, shit, over twee jaar ga ik, zit ik erin, weet je wel. Mm. Heb ik dan ook dit, word ik dan ook heel dik. nu denk ik ook, oh, ik moet me er nu in gaan verdiepen. En nu merk ik dus wat voor markt dat ook is. Dus los van het feit dat ik er zelf in zit en het moet onderzoeken, denk ik, dit is ook gewoon een fucking harde business case, weet je wel. En dus ik vind het leuk omdat ik het zelf wil leren. Ik wil zelf niet uh, helemaal uh, uitdijen straks en op tijd erbij zijn, zeg maar. Ja. Uh, en ondertussen, door, en dat was natuurlijk ook met het killer body dieet, het was mijn eigen journey. Ja. Ik wilde strak worden, daarom geloofde iedereen, want ik was het zelf aan het doen. Ja. Weet je wel, nu met het mindset boek, ik ben zelf al erg bezig met mindset. Uh, en nu dan met uh, de overgang, denk ik wel, oké, okay, ik ga daar nu zelf in. En nu dat ik mijn menstruatiecyclus aan het trekken ben. Zie ik wel heel duidelijk een patroon. Ja, die PMS-week had ik al eerder van gehoord. Maar het is toch wel handig dat je denkt: oké, okay, dan heb ik dus meer suikers nodig. En dan wat meer van dit. En uh, ik heb dus nu ook onderzoeken gelezen in training. Dat op het moment dat je zwaar traint na de ijsprong. dan breek je spieren af. Dat heb ik nog nooit geweten. Dus je bent sterkst voor de ijsprong. Op de ijsprong kan je echt 20% tot 30% meer squatten, gewicht. En daarna moet je eigenlijk gewoon in beweging zijn, die twee weken, maar niet alles van je lichaam vragen. En hier gewoon wetenschap om? Ja, tenzij je uitzonderingen wel zijn wel van. Um, als je niet sport. Dus als je nog nooit hebt gesport, zie je dat effect. Uh, nee. Ja, want dan ja. zie je altijd een stijgende ja. lijn. Want maar, maar wanneer je sporten bent, die sport gewoon je hele leven. Och. Of je bent een bikini-model of dat soort dingen van die bikini -fitness mensen, In de laatste ja. twee weken van je mensen of je cyclus. moet je dus anders gaan bewegen. Dus eigenlijk uh, heeft, zegt het onderzoek dat je een paar procent afbreekt weer van je spier. Dus je bent daaruit aan het opbouwen en daar aan het afbreken. Ja, dat zijn allemaal hele interessante dingen. Mm -hmm. En daar ben ik dus nu iets op aan het bouwen. Een app. Dat vrouwen die zeg maar uh, niet dit allemaal ook hoeven te gaan lezen, die onderzoeken en hiermee bezig moeten zijn, maar die kunnen straks in mijn app. En dan kunnen ze een doel ingeven en hun cyclus gaat daarin. En dan krijg je gewoon een eetschema volgens je cyclus. En dan kan je ook een trainingsschema aanvragen volgens je cyclus. Zo. En als je aan de pil zit, is dat dan. Heel nee, dan is het allemaal cases. anders. Ja? ja, die onderzoeken zijn er ook. Maar dan, dan, dan wordt het allemaal um, uh, ja, synthetisch anders. Uh. Ja, net ja. Hoop, dat ja. Ik zeker. ja, ik ben zelf nog nooit aan de pil geweest. Ik zou dat ook niet willen. Omdat ik denk, ja, 30 dagen hormonen slikken voor vier dagen dat je vruchtbaar bent. Doe gewoon een condoom om. Want zeg maar, ja, het is gewoon iets wat je onnatuurlijks naar binnen brengt. En we mm -hmm. krijgen al straks zo erg te maken met hormoonschommelingen in het echt. En mm -hmm. ik denk dat als je daarvan weg kan blijven, dus dan zou ik eerder nog zeggen: een spiraal, de koperspiraal, die is geen hormonen afscheid. En dan word je gewoon zo echt mogelijk jezelf. Want het mm -hmm. doet natuurlijk ook heel veel met je, ja, je gemoedstoestand. Want het is niet meer hoe je eigenlijk echt zelf ja. bent. Ja. die stress heb ik ook nog wel gehad. Op een gegeven moment ging mijn vriendin stoppen met de pil. En je leest best wel vaak dat er gewoon soms relaties daardoor stoppen. Gewoon. Door die moedswings van die PMS en zo. Ja, want ja, dat, ja dat... en ook gewoon volgens mij het feit dat ik weet niet, de feromonen die je aantrekkelijk vindt, whatever. Ik ben ja, geen van een expert, maar dat man. een vrouw die stopt met de pil, dat daar best wat kan veranderen, en dat ze dan ineens kan denken. Yeah. <laughs> ja. ja. ja en waarom is ze gestopt niet met de pil, als ik vraag me? Um, ze had er sowieso wel wat nadelen van en ook wel vanuit mijn support van skip die fucking shit. Wat ja. je eigenlijk wat je zegt, van ja condoom prima, ik heb er niet zo heel veel moeite mee en. Uh, het is ja. natuurlijk wel uh, heel spannend, want tijdens de ijsbronnen heb je natuurlijk ontzettend veel behoefte aan seks. Dat is juist het, het punt dat je vruchtbaar bent. Dus dan is de, bij de vrouw het libido het hoogst. En dan ben je ook het vruchtbaarst. Dus je moet wel opletten, echt. In, ja. en, en voor de een, de een is vijf dagen lang vruchtbaar en de ander de sperma blijft langer leven dan de ander. Dus het is wel zo dat je natuurlijk wel op moet letten. Niet dat je nog een morning after pill of zo moet nemen en dan nog meer hormonen in je lichaam moet Nee, morning. Want dan ben je ook terug bij af. Ja, want dat zijn 30 uh, pillen in één of zo. <laughs> ja, dat is ook niet leuk. Super veel. Um, nee. Maar ja, dus, dus dat eigenlijk. Dus daar ben ik mee bezig. En met name ook voor die moedswings, maar ook wel weer op dat stukje aankomen, afvallen, gezondheid. Dat is toch wel echt mijn doelgroep ook. Mm, ja. En dat blijft dan een beetje, want het blijft voor alle vrouwen eigenlijk een struggle om er echt een lifestyle van te maken. Hè? Want je ziet gewoon dat ze eigenlijk volvreten en dan weer afvallen en dan weer volvreten en dan weer afvallen. En ja, mijn missie is eigenlijk dat mensen gewoon in balans gaan leven. Dus niet de hele tijd calorieën tellen, maar gewoon een beetje van dat als ik gezond eet en puur eet en wat sport... en gewoon zorg dat mijn eiwit hoog is... dat ik dan gewoon op gewicht blijf. Ja. Maar dat is nog, uh, die missie is nog niet volbracht. Dus je geeft eigenlijk in die app ook gewoon een ritme mee... van oké, okay, het is normaal wanneer je bijvoorbeeld meer wil eten... of minder ja. wil eten, meer ja, wil sporten. Ja, want binnen die, die twee weken, dus voor je menstruatie... heb je dus meer behoefte aan die suikers. Ja, precies. Moet je wat, maar dan zal ik er niet in zetten dat je, dat je, zeg maar... Uh, extra schepje suiker in je thee doet, dan, dan wordt het wel aardappel, zoete aardappel, rijst, dat soort dingen wel. Ja, wel gezond. Dat scheelt wel. <laughs> ja, waard. of een kilo natuurlijk. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk één. <laughs> maar ja, die zit 1,4 gram suiker maar in. Misschien ja, niet Daarom. Op. Dus dat dus, dus, is een advertentie. Ja, maar je, je, je hebt dus een wel, wel echt suikers stellen. nodig. Dus je hebt wel die rijst nodig en zo. Ja. ja. En een app. Dat is ja. super. <laughs> Ah, die het... bouw ik niet zelf. Het is een white label app. Dus je, het is een bestaande app die al voedingsschema's doet. Ah. Alleen dat cyclusverhaal bouwen wij erin. Dus dat is exclusief. Dus dan heb je een soort van white labeling van een al bestaande, bestaande software. Ja. En daarnaast doe je nog die cyclus. Dat hoeft niet. Dat is eigenlijk voor elke vrouw, als ze de gegevens goed instelt, ja. is het anders. Dus ja. één heeft een cyclus van 28 dagen, van 24 dagen, van 30 dagen. Ja. Dus je vult in je laatste menstruatie, dat doe je dan twee keer bijvoorbeeld, en dan weet hij wat je cyclus is, en dan doe je een voedingsplan op basis van je cyclus. Oh ja. Blijft het altijd voor een vrouw gewoon hetzelfde patroon? Nou ja, dat, ja. dat weet ik eigenlijk niet, want ik ben het nu pas uh, net aan het bijhouden sinds drie maanden. Ja. En, uh, ja, ik zie nu wel trouwens dat het hetzelfde is, maar ik weet het niet. Ik denk dat het op een gegeven moment niet meer, want dan ga je naar de overgang ook. Ja, dat wel. Gaan vrouwen nou echt daadwerkelijk, als ze samen in een huis wonen, ook samen menstrueren? Ja, dat, dat is altijd, toch echt maar. bijzonder, hè, dat soort dingen. Ja, dat is wel ik wist dit niet trouwens. Ja. Hè? Ik weet ook niet wat een nut daarvan is. Dus als je met meerdere vrouwen bij elkaar in een huis woont, dan trekt de menstruatie naar elkaar toe. Dus dan word je tegelijkertijd ongesteld. Ja, dat is wel, toch wel, wel leuk zo. als er zeg maar één man in het huis woont. <laughs> dat wordt wel heel gezellig dan sinds één week in de maand. En dan gaat hij weer weg. Hebben <laughs> jullie, jullie werden vaker dit soort gesprekken Oh ja, wij hebben echt hele rare gesprekken oh, gehad. Oh, tijdens de podcast ook? Oh, ja, ja, oh, ja. Zo. Ja, ja. Ja. We hebben bijna 300 afleveringen. Ja, aflevering. ja, we hebben weleens dus ja, drie, we vier, vier uur lang opgenomen en een fles whisky opgetopen. <laughs> dus dan op een gegeven moment gaat het helemaal bergaf. Ja. Dus dit, dit is echt allemaal nog licht, okay, licht, licht werk. Als jij twee tot vier uur per dag diep gefocust kunt werken, ben je vaak al 95% van je concurrenten voor. En samen met Koen heb ik onze werkroutines helemaal gefine om elke dag maximaal te kunnen focussen. En ik ga jou drie tips geven hoe jij ook je focus direct kunt boosten. En allereerst is dat stoppen met multitasken. Richt je gewoon op één ding tegelijk. Skip die telefoon, sluit je mail. Focus op één ding zonder afleiding. Streng zijn naar jezelf. En daarnaast moet je ook vaker pauzes nemen. En dat klinkt misschien gek, maar gebruik de Pomodoro-techniek om 25 minuten te werken, 5 minuten pauze te nemen. En daarmee kan je uren doorwerken. En als laatste is er de focusroutine. Bereid je brein voor op een focus door een vaste routine. En ik startte mijn sessies altijd met koffie, maar dat heb ik geskipt en gewisseld voor Mushblend. Mushblend is een supplement dat als je mane Lines, en Chaga bevat, waardoor je meer focus en energie hebt. Dus probeer Mushblend vandaag. Klik op de link in de beschrijving en pre-order Mushblend voor minder dan een euro per dag met de code Lotgenoten15. Hey, Faya, ik ben heel benieuwd naar dat stuk. Eigenlijk de eerste onderneming waar je met hart en ziel achter staat, dat is dan denk ik die Instagram pagina. Ja, dat was toen. Kun je nog ons niet meenemen hoe dat ontstaat? Nee, oh, ja. precies, want dat is in het begin geen onderneming. Eigenlijk net zoals wij met deze podcast zijn begonnen. Ja. Een beetje van ja, dit vind ik gewoon vet om te doen. Ja. Kun je ons meenemen in het ontstaan en hoe dat uiteindelijk. Evolueert naar een bedrijf. Ja. Um, nou ja, ik wou het dus My Killer Body Motivation. Als eerst heette het Killer Body Motivation. Toen had iemand meteen die website URL gepakt. En toen had ik er maar My voor gemaakt. En dat was uiteindelijk beter, want het was MKBM. Dus dat was leuker ook qua afkorting. En um, nou, er werd dus een inspiratieplatform, maar ik ben zelf heel dyslectisch. Vroeger had je trouwens ook nog geen DM volgens mij. Maar dan ging ik allemaal mensen hun vragen beantwoorden met Facebook. En ik denk, ja, het is echt zo niet te doen met mijn dyslexie en zo. Dus toen dacht ik, ik maak gewoon een website, Makila Body Motivation, waarin ik trainingsvideo's ga maken. Want iedereen vroeg, hoe doe je dat? Hoe train je dan? Hoe train je, je buik, je billen? Je kent het wel. En dan maak ik fases. Dus dan doe ik uh, de, je doet deze vier weken deze training en dan vier weken die training. En dat ging ik dan opnemen. En dat zet ik dan op de website en dat betaalde zo'n 6 euro per maand, denk ik, voor. Ja, dat was 6 euro per maand. En in eerste instantie wilde ik dat met fit for free doen, want ik had helemaal geen geld... Uh, ik was net uit elkaar met de Vader van mijn Kind. En ik moest echt wel opnieuw beginnen. Ik had Expeditie Robinson gedaan. En zo'n website bouwen was, had ik toen offertes opgevraagd. En de ene offerte was 5000. En dezelfde offerte overal opgevraagd. En die andere was dan 50.000, weet je wel. <tie> dat je echt dacht, ik vraag overal hetzelfde op. Maar toen had ik dus Fit for Free benaderd. Of zij het met mij wilden doen. En of hun dan de website wilden bouwen. En dat wouden ze allemaal. En dan, last, had ik dan deed ik de PR en de pers. En dan had ik dat helemaal geregeld. En toen zeiden ze eigenlijk best wel vlak van tevoren gewoon af. Want ja, we denken toch niet dat er mensen voor jou of voor jou een trainingsvideo's <laughs> um, uh, zes euro per maand gaan betalen. Dus um, Ciao. ja, we gaan niet met je meedoen. Ja, en dan kan je twee dingen doen. Dan kan je denken, oké, okay, ze hebben gelijk wel eens een groot bedrijf, en die zullen dat weten. Of je kan denken, nou ik geloof in mijn plan. En er is gewoon nooit een plan B bij mij. Want het wordt altijd plan A. Uh, dus toen dacht ik, shit, ik heb wel het geld echt niet. Dus toen heb ik gekozen voor die van 5000 euro, die website. Nou, die was natuurlijk niet perfect, maar je bent vast begonnen. En dat kan je later verbeteren. Mm. Nou, dat werd echt wel een succes, die uh, plannen, die, uh, die uh, uh, video's. Ja. En toen kwam de uitgever naar mij toe. Kun je ons kort nog daarvoor meenemen in dan dat succes? Van hoe snel gaat dat? Je gaat dan live, fucking spannend. Ja, ik weet niet meer precies hoeveel mensen ik toen had. Laten we zeggen dat ik de eerste maand iets van 10.000 verdiende. En dan 15.000. Dat ging wel best wel sneller ja. in die ja. video's. Ja. En dan, maar je zag wel zeg maar zo'n ding dat ze ongeveer drie maanden bleven. Uh, dan... Ja, en dan ging ze een beetje weer weg. Maar het ja. zijn wel grote getallen, want als het 6 euro ja. per maand is, dan heb je gewoon 3000 mensen. Ja. Die, die, dat ja, ja. zijn echt veel. Ja, maar veel toen mensen. zat ik al, en toen was mijn bereik <coughs> natuurlijk ook heel hoog. Hè, want dat is nu ook allemaal natuurlijk anders met algoritme en zo. En ik had toen denk ja. ik, ik had toen denk ik. 40.000 volgers op Instagram of zo in mm -hmm. dat account. Dus uh, dat ging wel best wel snel. Het ging ik ook personeel aannemen. Het vind ik ook een hoge conversie. 40.000 volgers naar 3.000 betalende ja. gebruikers. Ja, maar vroeger was het ook zo dat je video's werden door iedereen gezien. <laughs> ja. uh, iedereen zat erin. Ik bedoel, ik heb 15.000 boeken verkocht in de pre-sale van mijn eerste boek. Dat gebeurt nu niet meer. Zeg maar, ik kwam het ook bovenaan, toch? Dat was nog de Instagram-tijd dat het gewoon chronologisch was. Ja. Was dat toen? Ja. ja was heel anders als nu. Ja. Sorry, maar dat is ook alweer ja, een tijdje geleden. Dat, is zo... dat was toen begin Instagram. Ja, dat kan helemaal nu niet meer. Nee. Dat is ook op de middelbare nog. Ja. Ja, dat kan helemaal nu niet meer. Dat is er <laughs> helemaal nu niet meer. Dat is gewoon. Want zeg maar, dan post je iets en dan verkocht je gewoon. Ja, toen bestonden er ook geen, nog geen Instagram advertenties. Nee. Nee, 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 toen nee, dacht ik, ik nog van, hoe gaan ze hier ooit geld mee verdienen? Dat ja, is ja. <laughs> heel erg af, ja. Ja, Toen heeft Facebook het gekocht. maar die wisten wel wat ze ja, ermee moesten. Ik dacht echt, Hoe gaan ze dit ooit doen met geld ja, verdienen? Ja, dat ja, snapte ja. ik niet. Maar echt, want ik weet nog dat op een gegeven moment. Eerst zag je de views van je video's niet, dus je wist nooit hoeveel video's er uh, waren gekeken. Volgens mij had ik toen 30 of 20, ik weet het niet eens, maar nog niet zoveel volgers. En toen kwamen opeens die views online, dat je ziet. En toen zagen gewoon 50.000 mensen mijn video's. dacht ik: nee, Wow, weet je, het werd echt een ding. Ja. het werd echt een ding. En dus toen had ik die, uh, die plannen, dus voor die 6 euro per maand. Nou, toen heb ik een kantoor gehuurd in de. Dus ik bij E-Media in Amsterdam. En toen ging ik personeel aannemen en ook heel veel stagiaires. En toen um, kwam een uitgever bij mij. En die zei: Wil je niet een boek maken? En ik dacht: Een boek? Wie wil er nou een boek? Dus, is. Yes. <laughs> wie leest er een boek? Ja, wie leest er nog een boek? Ik dacht: Het is toch nu online? Ik moet uh, uh, online moet de online, grootste ja, worden, dacht ja, ik toen. Ja. Ik moet nu de gro eerste grootste online. Toen zei de uitgever: vergeet nooit meer offline en online kan echt elkaar mega versterken. Hmm. En toen ging, zei ze: Kijk maar naar Sonja Bakker. Toen dacht ik: Oh ja. Je hebt wel een business gebouwd. Hey. En die had uh, uh, 1 miljoen boeken verkocht. Ze, de uitgever wilde, geloofde niet in haar. Dus alles was voor haar. Want ze had het zelf gaan doen. Ook plan A alleen. Ze had echt super veel geld verdiend. Sonja, als je een keer je verhaal wil doen op een podcast. Ja, dat is een heel goed verhaal. Ja, uh, heel uh. Goed verhaal. En toen, uh, toen dacht ik, uh, ben ik naar haar gaan kijken. Dacht ik, ja, ze heeft het heel goed gedaan. Oké, okay, we gaan een miljoen boek doen. <kwijnt> en toen zei ik, belde ik terug, zei ik, oké, okay, we gaan het doen. Wel op mijn manier. Toen kwam die naam, omdat ze mijn killerbody met je killerbody dieet. ja. En dat was gewoon mijn dieet. Hoe ik op dat moment leefde, zeg maar. En uh, heel strikt. Een mm -hmm. <laughs> vodka uh, sparoot als ik wat dronk, Absoluut geen wijn. <laughs> en uh, ja, dat, wat ik zeg, 15.000 boeken in de pre-sale. Dat was echt niet normaal. Dat was toen nog nooit gebeurd. Toen kwam ik op nummer 1 binnen. Maar ik heb één foutje ja. wel gemaakt. Ik gaf toen in pre-sale weg. Een jaar lang abonnement van mijn, van mijn abonnementen. En uh, dat kon dus niet op meer die 6 euro per maand worden. Dus dat werd volgens mij werden de abonnementen toen 50 euro, 49 euro per jaar. Ja. Die gaf ik dus weg bij mijn priestil. Toen raakte ik al mijn klanten kwijt. want Die hebben allemaal opgezegd. En, zijn en het boek toe gaan, gaan. gaan kopen. ja logisch En dat, was wel, dat had ik niet ingecalculeerd. Nee. Um, maar ja, ik heb heel veel boeken verkocht. Ja, dus uiteindelijk ja. is het allemaal oké okay geworden. Maar dat is ook meteen... Nou ja, dat ik kwam op nummer 1 binnen natuurlijk. Dat werd echt 74 weken, of nee, zelfs 82 weken in de top 60 staan. Mm -hmm. En toen... Um, Stond er in dat boek dat je in dat dieet dat je s'avonds een caseine shake moest nemen? Hoe Een? Caseïne shake. Ja. En. Je toen, het is het Ja, je caseïne. Uh, caseïne ja. is langzaam, hij ah, Dat ja. dan verzadigd. De, de hele nacht oh. anabool. Ja, dus dat neem je dan voor het slapen zeg maar. <laughs> okay. Maar ja. Mijn doelgroep is gewoon een normale vrouw. Dus toen had ik 800 mailtjes. Toen dacht ik mijn boek uitkwam. Wat is een Cassiëne shake. Toen dacht ik, shit, ik moet een cassine shake hebben. Dat was ik. <laughs> ik zou het als, uh, wat is dat? Ja, en toen dacht ik, ik moet supplementenlijn beginnen. En zo is het eigenlijk allemaal organisch gegaan. Dus het is vanuit een passie, uh, inspiratie van mezelf, organisch gegaan. Ja. ja. En bijvoorbeeld uh, Expeditie Robinson, dat was daarvoor, toch? Ja. En daarna heb je pas je boek uitgebracht. Ja. Toen, uh, toen je expeditie Robinson had gedaan, was je toch uh, was je nou in de finale gekomen Yay. en gewonnen ook? Nee, jij ik was een nee, kijker nee, van hè? Ik, ik was net mis. nee, was voor mij. Ik was publiekselektie. Ja, ik, 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 ik was 100% voor jou. Dat was nog de periode dat ik echt naar Expedition Robinson keek, maar dat het ook wat ruwer was. Toen ja. was het nog rouw Expeditie Robinson. Nu ik kijk het nu net. Standaard. Ik ben vorig jaar begonnen. Ik heb nog nooit gekeken. <laughs> maar nu, nu hoor je heel vaak, of dat wordt nu waarschijnlijk ook wel wat minder, hè? Maar bijvoorbeeld door Temptation Island dat mensen heel erg onbekend zijn en dan komen ze daarop en na zo'n serie hebben ze dan gaan ze 79.000 volgers ja in die periode toen jij expeditie Robinson had gedaan deed dat toen ook nee, wat op Instagram want nee want toen was Instagram bestond toen net mijn allereerste foto op op Instagram was een foto dat ik uit expeditie Robinson kwam toen was het nog niet dus ah. ik heb helemaal die volgers daar niet van gekregen. Kijk, ik had al mijn Faya-account. Ja. Uh, en ik haalde gewoon heel snel met My Killer Body Motivation die volgers in van Faya. Het was meer gewoon, ik was de allereerste sportinfluencer in Nederland, zeg maar. Oh. Daarmee heb ik echt toen mijn volgers uh, gehaald. Oh, ja. Kijk, daarna weer, kreeg je ook heel veel, ik kreeg 47.000 hashtags MKBM. Je kreeg allemaal mensen die ook MKBM Melissa, MKBM Marit noemden. En die gingen dan, weet je, of Killer hun Bonny, eigen ja hun ding. eigen uh, journey ah. laten zien met het boek. En een reden dat het zo'n succes werd, dat boek, is natuurlijk omdat mensen het gingen doen. Want normaal koop je een boek, dat zie ik nu ook met mijn nieuwste boek. Je koopt een boek, doe ik ook, dan leg je hem nog even neer. Je gaat niet aan de buurvrouw vertellen hoeveel met een boek bent afgevallen, want dat mond-op-mond mond van dat afvallen natuurlijk en de boodschappenlijstjes en dat de kassa mensen bij de kassa wisten dat ze aan mijn dieet zaten, want die boodschappenlijst, dat werd gewoon een heel ding. Iedereen zat altijd een en zo. Ja. En ja, nu met mijn nieuwe boek is dat helemaal niet zo. Dat ik echt denk, hè, het is echt tegen, <laughs> het, het valt echt tegen, zeg maar, Omdat ik natuurlijk zulke grote aantallen ja, mm -hmm. gewend ben. <laughs> Dus ik dacht, hè, maar dat is logisch, want nu pas zie ik dat mensen posten. ook oh, ik heb hem al gekocht bij de pre maar ik ben hem nu gaan lezen. Wauw. En dat ja. moet gewoon, dat heeft wat meer tijd nodig. Ook omdat mensen voor mij weer niet zijn gewend dat ik een mindset-boek doe. Dat is weer niet mijn, per se mijn doelgroep. dus is weer de doelgroep van My Copy Logic, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja. Um, ja, dat eigenlijk. En dan richt je wel wat meer op. Nou, ik wilde eigenlijk de oplossing bieden voor dat yo yo effect Jojo is nee. gewoon van ik. Ja, gewoon best ja, oh, aankomen 77, en weer afvallen. 70. Kijk, ik Goed, dacht, als ja. ik nou mensen kan leren wat hun patronen zijn, dus waarom ze die dingen doen, dus ze bewust maken met zo'n boek. Want het boek gaat eigenlijk over loslaten wat niet van jou is en onderzoeken waarom jij doet wat je doet. Daar gaat ja. het hele boek eigenlijk over. Dus dat je bewust wordt van je gedrag en waar dat vandaan komt van je blauwe druk, je ouders, je opvoeding, je beperkende overtuiging, je overtuiging, dat soort dingen. En dan krijg je dus inzichtelijk waarom jij zo reageert en dan kan je erop anticiperen. En dat kan je dan toepassen in... Lifestyle dus aankomen afvallen, maar ook bijvoorbeeld waarom jij niet begint met ondernemen terwijl je het wel wilt of waarom het altijd eerst perfect moet. Dus het is eigenlijk echt een boek wat heel diep gaat. In het onderzoek naar jezelf. En ik heb eerlijk gezegd de verkeerde titel uitgekozen. En dat had wel weer commerciële redenen, eigenlijk. Dus je hebt met de uitgever ga je dan zitten. En dan ik wou mijn hoofd er niet op. Nou, zij zijn voor de herkenbaarheid. Ik had zoiets van mindset mindsetboek. Waarom moet mijn hoofd daarop? Weet je, Want mensen willen gewoon lezen, we hoeven niet mijn hoofd per se daarop te zien. Ik snap het met een, een killerbodyboek, dat je iemands lichaam wil zien. Weet je wel. Maar nu dacht ik echt overbodig. En um, killer mindset, ja, dat is eigenlijk wel, als ik heel eerlijk nu terugkijk omdat die killerbodyboeken natuurlijk zo'n succes waren. Maar het gaat daar helemaal niet over. Het gaat eigenlijk over worden wie je in essentie bent. En loslaten wat niet van jou is. Mm. Dus als je een pleaser bent, erachter komen waarom je nou <coughs> altijd aardig gevonden wil zijn. En daarmee ophouden, want dat is heel onaantrekkelijk. <laughs> dus zeg maar, um, daar gaat dat boek echt over. Dus nu heb ik ook besloten dat ik stickers laat maken. En mijn hoofd eraf gaat. Ja. En uh, de volgende druk wordt zonder hoofd. En, uh, en dan komt er zeg maar een soort schaduw op waar nu mijn hoofd zit. En daar staat dan in: Worden wie je al bent. En er staat twaalf stappen naar de beste versie van jezelf. Dat beste wordt doorgekrast en dat wordt echte versie. Want je bent altijd de beste versie. Alleen mm. je, het gaat over, dat boek gaat echt over echt worden. Mm. En ik denk dat als je weet wie je bent. Waarvoor je staat, waarom jij doet wat je doet. en dat niet meer onbewust gaat doen, maar bewust en ook kan veranderen. dat je dan heel veel dingen oplost, zakelijk, privé ook. Uh, want dan, ja, dan leer je jezelf kennen. Dus dat, dan kan je daarop anticiperen. En dat, dat gaat natuurlijk ook over eten. Ja. En dan wordt het makkelijker om inderdaad een dieet op te volgen. Ja, want dan jef. weet je ook, maar ook als je in zo'n cyclus zit, denk je, oh ja, dit is normaal dat ik nu suikers wil. Precies. Of ik, Zo ga ik dus om met ja. stress. Uh, dan ga ik dus eten. Wat kan ik dan anders doen om dat niet te doen? Jezelf een paar vragen stellen. Wat gebeurt er nu in mij? Wat voel ik nou? Wat we heel veel hebben natuurlijk met z'n allen, is dat we weglopen voor pijn en verdriet en stress. Terwijl het, het komt altijd tien keer zo hard terug. Ja. Dus je kan beter gewoon er doorheen gaan. <laughs> en denk oké, okay, dit doet nu even fucking veel pijn. Maar oké, okay, ik ga er wel even doorheen. In mm. plaats van weg, eten, suipen, hoeren, sloeren en de hele meuk. Ja, want het, Hoeren, komt, ja, het komt toch als een boemerang weer terug. Ja, dat ja, zie je toch met gott. liefdesverdriet. Dat weten we allemaal oh, al wel. Gewoon het dover van. Ja, ja, dat doet pijn. Maar als je dan meteen weer op een Tinder gaat of je gaat uit, dan komt het twee maanden later. Want hij gaat ja. sowieso komen. Ja, <laughs> ja, 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 ja. ja en dan, dan ja. zit hij soort van achter je aan zo te hollen. En dan voel je hem eigenlijk ook. En dan ben je dan aan het wegeten of ja. drinken of drugs of whatever. Ja. En ik denk altijd, ga gewoon met die pijn zitten. Zo, kut man. Ja, en gewoon het ervaren. Ja, het voelen. In van het wegdrukken. Hoe je het uiteindelijk ook weer bepaalde symptomen vaak terug ziet in je lichaam. Ja, vaak ja. echt gewoon ook fysieke Altijd, klachten. Ja. 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 Ja, ja, dat merk je wel. Dat, dat hele idee dat stress en dat soort dingen, dat dat geen fysieke klachten geeft. Als die mensen dan nog denken, zijn ze echt. <laughs> ja. nee, ik denk dat dat gewoon ja, de reden is dat geleerd. je ziek wordt. Toch? op school heb ik dat nooit echt uh, gekregen. Pas mijn HBO. Want het kwam echt omdat ik. Kreeg ik echt studies over hoe het lichaam werkt en psychologie, alles erop en eraan. Toen begreep ik het ook. En we hebben ook een boek gelezen van Richard Hawkins, Letting Go. Nou, heel veel. Echt een wazig uh, boek wel. Echt een heel wazig boek. Maar wat hij wel heel goed zei was: Letting Go van het laat gaan. Je ja, ja, krijgt stress. Je moet het ervaren. Adem in, zoek in je lichaam waar, het, waar die druk vandaan komt. Ja. Gaat ervaren. En daar naartoe ademen ook. naartoe adem inderdaad. En dan duurt het soms een minuut, maar soms duurt het een half uur, soms duurt het misschien een dag. En dan gaat het uiteindelijk gaat het weg. Ja. Maar dan, even, komt de dan komt er ruimte. Er komt er ruimte inderdaad. Er komt zeg maar echt ruimte dan. Ik heb nu op dit moment uh, heb ik echt best wel uh, stress gehad op werk, zeg maar, met mijn bedrijf, uh, waar, waar ik nog nooit tegenaan liep. Dat is ook een heel nieuw, heel mooi leerproces wel. Hm. Dat heeft me laten inzien dat ik het niet meer alleen kan. Dit bedrijf, dat het. Dat ik zeg maar met de kennis die ik heb binnen de retail en zo, dat ik mijn max heb gehaald. Ja. Het heeft me laten inzien dat ik veel te veel bezig was met dingen die ik niet leuk vond binnen het bedrijf. En door die vervelende situatie heb ik een oplossing gevonden. En dat is een partner erbij. Want er moet ook gewoon geld bij. En uh, dat, ja, dat trek ik gewoon niet meer alleen. Um, dus heel vaak een obstakel zegt ook weer van hé, hey, daar zit altijd wel weer een les in. Of omdat je de verkeerde kant op keek. Dus dat vind ik echt super mooi als er dingen gebeuren. Obstakels op je pad, dat je dan niet daartegen gaat vechten. Maar dat je denkt: hé, hey, wat zit er nou eigenlijk uh, voor les hierin? Hè? Laat ik eens een keer even vanuit de helikopterview er nog een keer naar kijken. Maar het was best wel iets heel heftig. Heel veel impact heeft het gemaakt op mij de afgelopen weken. Ik ga het niet helemaal vertellen, want ik bewaar het voor mijn theatershow. <laughs> maar um, ik heb heel snel geanticipeerd. Ik heb een partner gezocht en we zijn dus nu bezig met de waardering van het bedrijf. Dus dat is allemaal heel mooi. Maar het deed echt pijn. Hmm. En het deed zoveel pijn dat ik dacht: van Wow, dit had ik niet zien aankomen. En ik weet nog dat ik een moment had dat ik op bed lag. Dat ik dacht: Wow, dit gaat er gewoon door mijn Het is mijn kind, het is mijn kind. Weet je wel <laughs> ja. zo, mijn, dat, mijn bedrijf dan. Um, en toen, toen dacht ik alleen maar: Het enige wat ik nu kan doen is gewoon voelen dat het heel veel pijn doet. Ja, en het heeft voor zoiets moois weer gezorgd. Een samenwerking met een ja, gewoon hele goede partij, zeg maar. Ja, dat altijd. Ik denk gewoon dat pijn altijd ergens goed voor is. Hmm. En dat er altijd een leermoment in zit. En ja. ook groei. Want zonder, ja, zonder tegenslagen weet je ook niet hoe het voelt om succesvol te zijn. Die nee. dualiteit heb je ook weer nodig om te voelen wat het is als het goed gaat. Mm -hmm. denk ik. Ja. Pijn is goed om te kunnen identificeren. Van, ja, is deze pijn goed? en is het een soort van groeipijn. Of is het een bepaalde pijn dat het me juist zo eens tegenhoudt... ...om wat ik moet gaan loslaten? Ja, ik moest echt dingen loslaten. Ik moest ook de controle gaan loslaten. Mm. Ik moest gewoon gaan zien van ik kan het niet meer alleen. Va, je moet het ook niet meer willen. Want je bent bezig met dingen wat niet jouw expertise is. Nee. En dat gaat gewoon mis. Er zijn een ja. paar keer uitverkocht geweest ook afgelopen jaar. Dat zijn gewoon irritante dingen. Dan kan het niet groeien. Nee. Uh, voorraadbeheer, ja, dat, dat moet je gewoon niet zelf... <laughs> Ja. Het, ik mooie, kan alles doen. het mooie met ondernemen is ook altijd dat het achteraf altijd allemaal logisch was. Ja. ja. ja kijk, ja, ja. in het moment zelf ga je dan iets uitzetten vogelen, maar als je het dan later aan iemand vertelt, dan denk je ook, ja, als ik het zo vertel, klink ik wel echt als een kneus ook, als ik het ja. zo probeerde. Voorraadmanagement, dat is zeg maar iets waar mensen fulltime mee bezig zijn ja. en studies op kunnen volgen. Ja. Maar Faya ging het fixen. Dat hoort er ook wel bij. Van dat leren. Ja, nee, het is een hele mooie les. Het is echt een super mooie les. En uh, ik was toevallig een meditatie. Ik doe wel meditaties in, ook voor een Meditation Moment. En uh, ik was een meditatie aan het begeleiden aan een, een private equity partij. Nou, ja, dat is echt super grappig. want volgens mij vonden ze er geen kut aan. Maar, private equity en meditatie nee, ik ook op het strand, niet snel Maar ik ik eerst ze hadden mij gevraagd, ingehuurd om meditatie te begeleiden ja. over succes. En ja, visualisatie is dat eigenlijk meer dan een meditatie en, uh, en ook om mijn eigen verhaal te vertellen vertelde ik dus dit wat er is gebeurd en zij haakte daar meteen allemaal op in ze gingen er helemaal van aan en het is ook wel een heel mooi verhaal want het is een, echt wel een tegenslag die voor nu veel meer groei heeft gezorgd ja en ja dat dat omgaan met tegenslagen daar gaat ook het killer mindset boek over maar ook mijn theatertour als je dat lukt als je dat door hebt, dat je niet meer gaat vechten tegen al die dingen die er gebeuren, maar gewoon meteen gaat denken: wat is de les? Hoe kan ik het oplossen, mm -hmm. dan is het nooit een tegenslag. Er zit altijd groei in. Hoe lang duurt het bij jou om zo'n tegenslag om te kunnen zetten en te zeggen oké, okay, nu gaan we weer door. Vijf weken heeft dit geduurd. Na twee weken. Ik, 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 ik anticipeer meteen. Dus ik ja. hoorde een vervelend nieuws voor het weekend. Na het weekend heb ik het gefixt. Mm. Dan, dan ik ben even en daarna komen er nog wel een paar keer pijnmomenten of zo, maar ik ga meteen alles gaat aan, mijn motor gaat aan en ik heb mezelf ook wel eens afgevraagd. Ik heb best wel veel tegenslagen in mijn leven en um, als ik dan nu terugkijk ook naar deze afgelopen vijf weken, dan vraag ik me ook wel eens af: uh, ben ik niet onbewust tegenslagen aan het creëren steeds, omdat ik daar heel goed op ga? Hmm. Ja. Omdat ik dat gewend ben. Ja. En omdat ik daar steeds weer een oplossing voor heb. Want ik kom er altijd uit. Ik zeg ook ik kom er altijd uit, sterker en alles. Maar als ik dat blijf roepen, dan blijven er dus ook tegenslagen uh, komen om er weer uit te krabbelen. Zo'n zelfsabotage maar. bijna. Ja, of het benen. Ja. Dat kan wel. Ja. Dat is een patroon. Ik ja. begin een patroon, zeg maar, te zien. Ja. Ik uh, meet het ook nu wel in onze business. Wij zijn nu via ik bezig met de podcast <laughs> ik, ben ik ben ook een saboteur ik merk bijvoorbeeld ook wel eens dat ik mezelf ergens helemaal in kan verliezen. Waardoor het extra veel tijd kost. En dan weet ik wel, het wordt echt zo goed gedaan. Maar moet, een probleem was, voorheen was vorig jaar wel echt een ding. Dat ik niet integer was. Dus betekende van, oh ja, ik ga zeven projecten tegelijkertijd doen. En uiteindelijk lukken er dan maar drie. Koersen op alles, ja. En dan weet je wat het <laughs> is. Maar ja, dan heb je wel vier projecten niet, ge niet vo volledig gedaan, zeg maar. En dat kan eigenlijk niet. Dat was ook een soort van zelfsabotage. Want yeah. als ik gewoon had gekozen voor... Vier projecten waren er vier afgewezen in plaats van drie. Ja. En had ik ook nog meer rust gehad, kon ik meer sporten, ja. was ik rustig. Maar ga je dan geweest. ook onderzoeken waarom je dan geen nee kan zeggen? Um, aan de ene kant nee. ja. Aan <laughs> de andere kant is het bij mij ook, ik moet het ook simpel houden voor mezelf. Dus ik kan heel diep in mezelf gaan graven van oh, waar, waar kan het allemaal aan liggen. Ja, maar het He? is vaak iets heel simpels en, en dan weet je wel waarom je het doet en dan kan je het ook de volgende keer niet meer doen. Ja, klopt. Want, Want wat gebeurt er als je nee zegt uh, in jou? Mijn vriendelijkheid is heel erg hoog in mijn karakter. En mijn uh, conflicten aangaan, werkt heel veel angst op. Oh ja. Dus ik weet nu gewoon ook. Ik heb bijvoorbeeld ook dagelijks kom ik wel iets tegen en denk, oh ja, dit werkt angst bij me op. Oké, okay, ja, bewust angst. Normaal zou ik zeggen, oké, okay, dan ga ik onbewust, duw ik het weg. Nu weet ik, oké, okay, ik moet het juist gaan doen omdat ik het angstig vind. Maar als jij dan zeg maar niet vriendelijk wordt gevonden door mensen, wat gebeurt er dan? Uh, in mijn gedachten ga ik dood, maar in het oh, echt. Jij moet echt mijn boek ga. lezen. Je bent gewoon een pleaser. <laughs> ik ben, ik was voorheen wel een pleaser. Ik weet niet of jij voor mij een pleaser vindt. Ja, Want, ja. Dat zijn wel de mensen die ook de snelste burn-outs krijgen. Kijk, ik weet wat niet. het is met ik jou: jij bent een onhandige pleaser dus dat je dan soms dingen toezegt waarvan je eigenlijk op dat moment al weet gaat never nooit dus het is een soort van... nee maar dat doet iedere pleaser want een dat... pleaser doet ja, dus, ja, dus dingen ja, okay, zeggen ja, wel. Ja, uh, die ze eigenlijk niet willen doen en dat vind ik... kijk een pleaser kijk ik, ben, ik, ik, ik maak ze altijd heel erg belachelijk dat moet ik ook niet doen mag gewoon uit hè ik doe nee, gewoon mee nee, maar als kijk gezegd. wat een pleaser een beetje doet en we hebben allemaal een pleaser in ons want ik plees ook wel. dat doen we allemaal maar ja. het gaat erom dat hij niet aan het roer van de bus zit dat hij niet bepaalt wat jij doet nee. maar een pleaser kan het gewoon niet uitzingen om niet aardig gevonden te worden dus uh, ja. maar die ik snap niet die kan dus soms vaak niet verder denken van maar als ik nu ja zeg tegen iets wat ik toch niet afmaak dan vinden ze me pas echt niet aardig ja, dus ook een ja. beetje korte termijn visie van om het nu niet te kunnen uitzingen om nee dan tegen iemand te zeggen want dan gebeuren Klopt. er allerlei uh, dingen van binnen mm -hmm. en we moeten wel zeggen dat op het nee zeggen ja ik heb ik ben ook een tijdje met een coachje mee bezig geweest was gewoon elke week ja waar zijn de dingen waar ik nee op ga zeggen en nu weet ik ook wel van tevoren soms zijn jou en ik enthousiast en dan Voorheen zei ik van ja, oké, okay, gaan we zeker doen. En nu is het van ey, ik vind het heel erg tof. En we kijken er later wel naar. En als ik het tof vind, dan, dan nemen we over een paar weken wel contact met je op. Het is ook heerlijk om jou hiermee te zien dealen, want ik zie hem natuurlijk heel veel. En dan vind ik het heel leuk dat je, je bent. We zijn nu op een punt dat je tegen Koen kan zeggen: Koen, hey, ik heb een deal. Dus twee weken werk, je kan 10 miljoen verdienen, garandeerd. En Koen is nu op het punt dat je zegt: oké, okay, klinkt interessant, dat vind ik tof. <laughs> Ik ga het even met het team bespreken. <laughs> want ik weet van mezelf dat ik snel ja zeg op dingen. Dus het is grappig om nou, jou ermee te zien dealen. Zeg maar je moet eerst zelf helemaal forceren, ja. gewoon alles nee. Gewoon, oké, okay, ik zeg initieel nee, ja, want goed. ik heb mezelf langer dan vandaag. Het ja. is gewoon leuk om dat soort van. Ja. Je leert daarmee omgaan. Ja. Wat ik voorheen dus echt heel erg moeilijk vond, is dat omdat ik zo enthousiast ben, dan ga ik helemaal op in een verhaal. En dan zegt de andere gast, oké, okay, dus let's go, toch? En dan was ik, ja, let's go. Want toen durfde ik geen nee meer te zeggen, omdat ik ga, zeg maar, het <laughs> zo gehyped was. Yeah. En nu zeg ik gewoon van... Ja, heel eerlijk. Ik ben super gehyped. Ik ben super enthousiast. Maar ik heb geen tijd. Ik moet ook met team bespreken. Ik weet niet of zij het er ook mee eens zijn. Dus... Yeah. Weet je wat het is? Ik ga het eerst even met hun bespreken. En dan kom ik later bij je terug. Lekker ja. Noorse kampioen. Hij kan altijd zeggen. Ja, ik ja. moet Jaro ook nog overtuigen. Die gaat sowieso nee zeggen. Ja, en niet alleen jou. Nee, maar uiteindelijk vindt immers. iemand het denk ik ook fijner die tegen je over je staat. Dat hij echt weet wat hij aan je heeft. Want heel vaak zeggen pleasers ja, terwijl ze eigenlijk nee bedoelen. En dat is eigenlijk veel nader. Dat is eigenlijk helemaal ja. niet leuk. Nee. Nee. Wat heb je eigenlijk nog meer? Want je hebt dan pleasers. Nou, dat kennen we allemaal Maar, maar wat zijn <laughs> een paar. Autonomen, die zijn, die zijn heel erg op zichzelf eigenlijk. Dat is eigenlijk de, de opposite uh, van, de, van de pleaser. En het is. Kijk, je hebt, je hebt, zeg maar, voice dialogue heet dat. Dat is een, een, een techniek uh, waarin je eigenlijk uh, al die kanten in jezelf leert kennen. Want we hebben eigenlijk allerlei ikken. Mm -hmm. Je hebt de betrouwbare, de onbetrouwbare, je hebt de gehaaste, je hebt de onzekere, je hebt de zelfverzekerde. Je kan ze echt, eigenlijk allemaal namen geven. Ja. En uh, als je dan, een, zeg maar, een bus hebt, dan is het belangrijk dat jij de waarnemer van al die varianten aan het roer van de bus zit. Uh -huh. Dus uh, zeg maar dat je de waarnemer wordt van dat gedrag. Dat doe je al, want je weet het al. Dus degene die dat waarneemt, dat ben jij. Uh -huh. Maar wij identificeren ons vaak met die stemmen in ons hoofd. Maar we zijn niet die stem in ons hoofd, want de, waarneem, de stem kan zichzelf niet waarnemen. Dus de gedachte kan zichzelf niet waarnemen. Uh -huh. Dus als jij de waarnemer bent van je gedachte, ben je dus niet je gedachte. En dan heb je dus gedachten van. Onzekerheid. Nou, dan kan je dan als ik naar hen luister, Oké, okay, ik ben onzeker. Oké, okay, waarom? Oh, dat komt omdat ik dat ooit heb meegemaakt. Is dat dan nu relevant? Dan kan je dus eigenlijk in gesprek gaan met die gedachten of met die ja. stem. En dus ook met die pleaser. Waarom wil je nu pleasen? Wat gebeurt er nou als jij nu nee zegt? Ja, dan word ik misschien niet aardig gevonden. Ja, en wat gebeurt er dan? die meneer jou niet aardig? Ja, nou, dan kan ik niet uitzingen. waarom dan niet? Vaak gaat het ook over hoe je naar jezelf kijkt. Mm -hmm. en, dan, en je kan, als je de autonome, die mag dan niet. Want die autonome die zegt, nee, je gaat dat nu een keer niet meer doen. Je kiest voor jezelf. Maar die, die heb je helemaal weggeduwd. Of die zit helemaal achter in die bus. Ja. En dan is het zeg maar aan jou om te denken, ik ga nu toch die autonome er even bij halen. Wat vind jij ervan? Moet ik het doen of niet? Nee, je moet het niet doen. En dan kan je dus zeg maar kiezen tussen naar wie je luistert. En, uh, en vaak zit zo'n pleaser aan het roer van de bus en ik ben veel te autonoom. Dus ik neem ook weer veel te weinig advies aan van mensen. Ik please misschien te weinig. Ik ben misschien niet helemaal uh, attent genoeg. Uh, wat, wat soms mensen jammer vinden. Ik geef te weinig complimentjes. Dus dat is mijn... Uh, ik wil ook heel graag me nog bewijzen. Dat, daar zit ik wel echt bovenop. Je hebt ook degene die zich wil bewijzen de hele tijd. Dus hij is heel lang, heeft hij aan de, aan de zoer van de bus bij mij gezeten. En, ja, dan, ja, en dan. Kijk. Ja, ja die, die, <laughs> dat komt ook ergens vandaan. En ik heb dat helemaal geanalyseerd waar die dan vandaan komt. Nou, die komt dan vandaan vanuit mijn jeugd, mijn vader die me niet zag, dat eeuwige schouderklopje wat je wil wat nooit komt. Ja. Dus uiteindelijk ben je je continu aan het bewijzen bouwen in Imperium. Voor dat schouderklopje. En dat heeft niet alleen met mijn vader te maken. Maar ook met die leraar die me vroeger dom vond in de klas. Omdat ik dyslectisch was. Faya ja. die was dom. Nee die heeft een rekenboek niet bij. Want die kan toch niet rekenen. Weet je. Dus, dus dat soort dingen. En al dat stapelt. Vader die er niet naar je kijkt. En denkt dat je niks kan. Zo'n leraar. Je bent dyslectisch. Dus dan krijg je een soort van bewijsdrang. En die bewijsdranger die, die heeft nooit genoeg. Wat het, nee. Ja, want dat gapende gat hebt, moet gevuld. Dus je, mm -hmm. je gaat op een gegeven moment tegen je max aanlopen en denk ik kan niet meer. Mm -hmm. En wanneer is het goed genoeg? Hoeveel geld moet ik nog verdienen? Hoeveel zaken moet ik nog hebben? Hoeveel uur moet ik nog werken? En dan ga je onderzoeken en dan denk je, hé, hey, waar komt dat nou vandaan? En dan denk je, oké, okay, dus nu ben ik heel bewust ervan. Dus nu kan ik, als er bijvoorbeeld iets komt op mijn pad, dan zeg ik, doe ik dit omdat het oprecht is? Mm -hmm. Omdat ik dat echt wil? Of doe ik dit omdat ik mezelf wil bewijzen? Ja. En dan ga ik dat gewoon onderzoeken bij mezelf en denk ik, nee. Dit doe ik echt vanuit mijn passie en dit ja. doe ik om te bewijzen. Zeg maar. Waarschijnlijk ben jij een pechvogel en heb je voor deze video een advertentie gezien op YouTube. Allemaal vermoeiende advertenties waar je niks mee moet. En dat kun je voorkomen met YouTube Premium. Maar YouTube Premium is deze dagen belachelijk duur. Want koen, hoeveel betaal jij nu per maand voor? Veel te veel. Ik denk 12 euro. Juist ja, 12 euro. Nou, ja, dat is ongeveer ook wat ik opgezocht heb. Maar gelukkig door de sponsor van deze aflevering, NordVPN hoeft dat niet meer. Want met NordVPN kun jij je je IP-locatie veranderen naar bijvoorbeeld Turkije. Daar zet je hem heen, daar open je YouTube, daar sluit je een YouTube-premium account af. En dan ben je ineens maar 2, 3 of 4 euro per maand kwijt in plaats van 12 euro. Ik betaal oh. zelfs 1,50 euro. Nou, ik heb het dus in Turkije afgesloten, daar ben ik 1,50 per maand kwijt. Dus wat ik kwijt ben in een jaar, dat betaalt Koen ongeveer. Per maand. Mm -hmm. nou, daarnaast kun je nog meer dingen met NordVPN, zoals films kijken. Stel je voor, je bent lekker in Dubai of in Bali en je wilt videoland kijken omdat daar glory of een serie is die je wilt kijken. Nou, Dan zet je je IP-locatie gewoon naar Nederland en dan kun je videoland weer openen. Of wil je op Netflix films kijken die alleen in Canada beschikbaar zijn of in Japan? Zet je locatie naar die landen en kijk alle films die ze daar hebben. Nou, wat kun je nog meer? Je kunt verschillende goedkope abonnementen fixen. Vliegtickets kan je ook soms goedkoper regelen. Uh, bijvoorbeeld als je vanuit een bepaald land boekt. Mm -hmm. En dat werd door de mensen van NordVPN mij ook op het hart Gedrukt. Het zorgt ook dat je veilig kunt surfen op het internet. Dus als jij in een koffietentje zit, het internet wil gebruiken, gebruik dan NordVPN om je IP te verbergen, zodat je niet ja, teruggeleid kan worden naar jouw computer. Want als je dan aan je crypto aan het werken bent, je Shopify store aan het fixen bent, of whatever, je bent aan het doen met je business, loop je niet het gevaar dat iemand je data kaapt en je straks problemen hebt met je bedrijf. Mm -mm. Dus wat moeten de mensen doen? Voor minder dan een kop koffie per maand kunnen ze NordVPN afsluiten en Alleen al als je het YouTube Premium abonnement afsluit, dan heb je het er al uit. Dus klik op de link in de beschrijving. Sluit het af voor minder dan een kop koffie per maand. En uh, tja, wees geen lief van je eigen portemonnee. Ik heb wel gemerkt dat zeker voor jongere mensen, dat je jezelf ook nog wat te snel kunt verliezen als je dat al wil uitvogelen voor je ooit wat gedaan hebt. Dus dat zie je nu best wel veel. Mindset is een groot ding. Heel veel mm -hmm. mensen zijn ermee bezig. Maar ik heb ook wel het gevoel dat als je nog jong bent... en je komt net van je studie af, whatever... ga ook maar gewoon eerst doen. een soort van paar jaar lompe ja. kracht... gewoon shit doen en, en doe maar bewijzen. Ja, gaan, en die whatever. gaan altijd vroeg, bedoel je. Nou, je leert vaak <coughs> juist in het eerste gedeelte van je leven al die dingen aan... en die ga je dan in het tweede gedeelte van je leven... ga je denken, hé, hey, dat dient me eigenlijk Adleren. niet meer. Ik stop ja. daarmee. Maar inderdaad, wat je zegt... Want heel veel dat... ervan dient je ook wel... Ja, want als je, bracht, heel je heel veel vermogen hebt ver. opgebouwd ja. door die bewijsdrang en daarna er weer beter mee leert dealen, zeg ja, maar. Precies. Ja, precies. Het is toch niet vervelend als je vermogen, kennis, skills, netwerk nee. hebt opgebouwd door die toch ja. dat stukje bewijsdrang. Precies, ja. nee, dat, dat kan helemaal geen kwaad. Alleen op het moment dat het je tegen het dat je gaat werken, ja. want in mijn bedrijf zie je dat ook. Het heeft me echt veel gebracht, die controle. Het heeft me superveel gebracht die doorzettingsvermogen en controle. Alleen nu begon het me tegen te werken. Ja. Want die controle, ik heb helemaal de kennis nu niet meer om het groter te maken. Ik heb de kennis eigenlijk niet om mijn bedrijf naar de volgende fase te brengen. Ja. En dat komt ook waarschijnlijk omdat ik inderdaad nooit op school heb gezeten, omdat ik inderdaad van de straat kom en al die dingen. Dus het heeft me dat die streetwiseheid heeft me gebracht tot hier. Mm -hmm. En nu werkt het me tegen. En dan moet je wel kunnen denken, het werkt me tegen. En dat, ik moet het nu gaan veranderen. Maakt dat het dan voor jou ook zo'n lastige periode? Omdat je dus autonoom wil zijn. Waarbij je eigenlijk alles nou, zelf wil doen. En dat ja. je nu onder ogen moet komen. Ik ben momenteel niet. Goed genoeg. Want ja. het is gewoon een skill die mij te boven gaat. Ja. En dat is misschien een soort van... Ja, maar ik ben me dus heel bewust ervan. Dus zeg maar nu met die partij die dan een gedeelte gaat overnemen. Dan krijg ik dan een mail. Wat zij dan allemaal gaan doen. En oh! ja? <laughs> de eerste reactie is dan... Wow, ik ben ik controle kwijt. <laughs> ja. weet je wel. Ja. Dat is reactie één. Maar dan denk ik... Oh, dat wil je. Je wil, je wil dit allemaal niet meer. Je weet je, je wil dat niet meer. Maar, en omdat ik weet van... Oh, dit is mijn controle ding. Dit is ook mijn wantrouwen trigger. Want ik heb ook een heel groot wantrouwen trigger. Dus kijk, als jij... je hebt als jij bepaalde dingen in je leven hebt meegemaakt, hè, dat is jouw blauwdruk, je patronen. Dus ja. heel, heel even kort door de bocht. We komen 4,1 miljoen bits per seconde bij ons allemaal binnen. Ja. Nou, dat kunnen we helemaal niet waarnemen. Dus dat filteren we uit. En jouw hersens hebben bedacht van dat is voor jou belangrijk. Dus dat laat ik jou zien. En de rest filter ik uit. Generaliseert, filtert uit, et cetera. Ja. Dus op basis van jouw ervaringen, opvoedingen, laat hij jou zien wat jij nodig hebt. Die rode auto die je wil hebben. En dan zien we overal rijden. Nou ja, ik heb door basis van mijn opvoeding en mijn leven heb ik gezien dat mensen niet te vertrouwen zijn. Dus dat, mijn brein laat mij de hele tijd zien dat mensen niet te vertrouwen zijn. Mm. Maar dat is niet helemaal waar. Maar mijn brein gelooft dat wel en die laat mij dat zien. Dus ik zoek overal, ja maar eerst zei je dat en nu zei je dat. Ja maar eerst deed je dit en toen was het dat. Ja. En ook met zo'n partij gaat mijn wantrouwentrinken natuurlijk continu uh, aan. Want ja, dat is ook natuurlijk commercieel. Ja, het is gewoon een commerciële samenwerking. Maar nu, ik heb in het verleden echt klussen gewoon kapot gemaakt. Omdat mijn wantrouwentrigger op het roer van de bus ging zitten. En die vrouw, die boze, die niemand vertrouwt. En die ging gewoon schreeuwen. Kun je ons uh, meenemen in een van die verhalen? Um, ja, ik heb dus een keer ontdekt dat een partij waar ik mee samenwerkte uh, niet eerlijk was. En toen werd ik dus heel erg getriggerd daarin. En toen had ik gewoon terug moeten stappen. En mijn personeel had moeten laten oplossen. Of ik had gewoon moeten zeggen van, kijk nog even wat je er wel aan verdient. Maar dat maakt mij dan op de, dat moment helemaal niks meer uit. Want dan zit mm -hmm. ik in mijn trigger. Dus ik, was, ik dacht, ik wil nu de waarheid boven tafel. <laughs> en ja, toen heb ik me zo laten gaan in een meeting. Ja. En uh, omdat het was ook niet waar. Ze hadden ook dingen extra geproduceerd. En, niet en echt gewoon, het was niet. Ik was erachter gekomen. Mm -hmm. Maar soms moet je aan je vijanden verdienen je niks, laat ik het zo zeggen. Snap je? Dus soms moet je de balans even opmaken. Mm -hmm. Wil je de waarheid of wil je gewoon nog geld verdienen? Want je verdient nog steeds ja. heel veel geld dat ja. is wel een hele interessant inderdaad dat merken we ook wel dat in dat is best wel moeilijk zeker als je een beetje ja streetwise whatever the fuck maar real zijn is natuurlijk uh, op de straat super belangrijk ja maar in business en kan je beter gewoon je in business handen. heb je daar fuck aan <laughs> nee ja, en dat dat klinkt misschien heel ding maar ja. elke vijand die je erbij maakt is een probleem dat je creëert voor jezelf ja, waar ja. je niks aan hebt zoals nee. je al aangeeft en dat merken wij ook wel dat je op soort van dan bellen wij elkaar wel eens van Okay, ja, de, de eerste reactie is wel gewoon ploedendooien op zijn nek. Maar dat gaat misschien niet heel lustig zijn. Oké, okay, hoe kunnen we dit tactisch doen en dan een soort van heel lief, dat je ook terugleest en dus je denkt, ja, het voelt niet echt real. Ik doe nu gewoon door Chat GTP. Kun je alsjeblieft <laughs> mijn mail uh, nuanceren en vriendelijker maken? <laughs> ja, ja, <laughs> Want ik kan ja, het ook ja. gewoon ja. oprecht niet zelf. Nee. Dat is ook vaak: een mail schrijven en dan. En dan op dat moment kijkt naar de mail en denk je, dus de perfecte mail. Ik moet nee. hem zo sturen. Beetje streng, maar is wel goed. En dan maar het is ook toch nog hoe die ander dat weer met zijn filters leest, want ja. die heeft weer ook zijn eigen filters. Precies. En die leest dat weer op een hele andere toon. Ja. Dus bellen is sowieso beter. Ja. Maar kijk, ik geloof ook weer. Kijk, dat heeft heel veel geld gekost. Uh, die deal ging gewoon, uh, ja, dat is gewoon helemaal kapot gegaan. En ik verdiende met die met die partij gewoon serieus geld. Maar dat is wel allemaal lesgeld voor een deal nu. Want nu zie ik hé, hey, vaai kappen naar de achtergrond. Je ja. gaat die hier niet meer mee bemoeien. Ja. Weet je wel? En, um, en ook als ik dan. Ik ken mezelf zo goed als ik weet, oké, okay, ik heb cacaoprijsstijging. Ik moet met een retailer om de tafel. Hou je bek dicht. <laughs> Blijf lachen, weet je wel. Want de maan is echt van ja, kappen nou. Ik, het moet gewoon geld bij. dat zijn gewoon criminelen. Dat kan, ja, ja. kan je natuurlijk allemaal niet zeggen. Nee, Dat, dat kan je echt niet zeggen. Maar niet? dat zijn dus die gedachten. Je mag het denken. Maar je moet er gewoon niet op anticiperen. Niet maar het is ja. wel heel erg moeilijk dat als je getriggerd bent, dus echt dat iemand echt op dat knopje, dat aanknopje drukt. Ja. Dan, dan voel je het eigenlijk in je lichaam. Mm -hmm. Je hartslag gaat omhoog, je mond wordt droog. Je hebt een te heftige reactie voor hetgeen wat er is gezegd. Dus er zit heel veel oud zeer uh, gelaagd onder. Mm -hmm. En ga dan nog maar... Uh, nou, dan doe ik echt tot tientallen en op mijn wang bijt en mijn ademhaling. Want ik weet ook, ik ben nu echt getriggerd. Ja. Ik vind het moeilijker, bijvoorbeeld Jaro... Dan bijvoorbeeld een, een zakelijke, want bij een zakelijke partner kan ik altijd denken: ja, weet je, het, is, het zijn zaken. Is en het toxic. is <laughs> met, met zakelijke partners hoef je geen vrienden te zijn, dus wat jij gewoon zegt. Dus ja. dat, dat soort van mental twist of zo. Bij jou heb ik soms nog wel eens van ja, nu heb ik geen zin om die mental twist, zeg maar, om te zetten. En nu ben ik wel gewoon even ruw. Maar terwijl dat hem ook weer kan triggeren. Dat ja. je dan eigenlijk ook niet verder gaat komen. Nee, je moet met, zeker als je met elkaar zoveel samenwerkt. Moet je elkaar daar ja, ook houden. En als rustig je te maken hebt met een professionele gaslighter zoals ik, dan kan ik ook ja, wel. Hij is echt een, <laughs> een ik slaag gewoon Dan kan ik ook wel iets net te lomp zeggen. Maar als je terugleest, kan je ook wel zeggen: hey, maar ik zeg toch helemaal niks geks. Trigger ik hem fucking echt en dan zeg ik: waarom moet je nou zo boos? ja dat is niet uh, geen ja. goed ja maar gedrag, als je eenmaal eens dus in zo'n trigger zit dan kom je er toch ja dat is echt het ja, is echt ja. soms een schaagspel. <laughs> maar dan heb ik wel wat je net zei over die buschauffeur zeg maar van wij hebben gelukkig nu wel allebei eigenlijk kennen we elkaar's bus ook best wel goed dat oh, we ja. wel vrij snel daarna ook wel kunnen lachen van ja oké okay, dat was wel even mijn radicale ja, ja. kant die er even uitkwam Het was misschien ook niet helemaal zo en dan ja nee. jouw kant ook niet helemaal en dus. we beseffen ook nu allebei <coughs> nou, meer niet beseffen maar we kunnen het makkelijk implementeren dat Zo'n discussie hebben, waarin je dus allebei uit de bocht vliegt. Omdat je elkaar net zo kan prikkelen. Op de verkeerde manier. Bewust en onbewust. Uh, maar dat je dan ook denkt, van, nou ja, het gaat tijd, moeite en energie kosten. Hebben we allebei geen zin in. En dat weet ik ook van hem, weet ik ook van mezelf. Oké, okay, dus we parkeren dit. Yeah. We gaan gewoon door. Oh ja, maar waar gaat het dan niet borrelen? Nee, nee omdat als bots, bots het botst, het vol gas. Oh, dus dan gaan we gewoon echt even van. Uh, ja, dan gaan we <laughs> gewoon los. <laughs> en uh, vaak. Kijk, we komen eigenlijk heel vaak gewoon bij het ding van. Ja, eigenlijk willen we allebei hetzelfde. Oh, ja. Jij wil dat het bedrijf groeit. En ik wil dat het bedrijf ja, groeit. Dus, dus we eigenlijk... zijn eigenlijk aan hetzelfde aan het werken. Ja. Alleen we hebben gewoon nu even van. Oké, okay, waarom denk jij dat dit beter is? En waarom denk ik dat dit beter is? En laten we gewoon kijken wat van de een. En dat is ook wel een hele goede die ik op een gegeven moment hoor. Is dus van. Al denk ik dit is beter en hij denkt dat beter. Hoe erg geloof je daarin? En hoe belangrijk is het voor jou? Als ik zeg een 3 en hij zegt een 8 kan ik ook wel zeggen ja die drie fuck it weet ja. je wel ik vind het eigenlijk helemaal niet heel belangrijk om hierin gelijk te hebben dus laten we gewoon dat van jou doen ondanks dat ik niet zeker weet of het het beste ja. is maar jij vindt het heel belangrijk dus laten we het gewoon doen oh, ja. Ja. wat goed of iemand heeft goed? er veel voor nagedacht en de andere persoon niet en dan is het ook wel weer zo van ja weet je het is dus jouw afdeling je hebt er veel voor nagedacht en dan kan ik nu wel mijn mening en emotie uiten maar misschien heeft dat ook helemaal geen zin nee weet je wat kan jij het gewoon beter doen is goed ik doe een stapje achteruit uiteindelijk gaan we toch dezelfde stappen ondernemen ja. dan neem jij gewoon leidingen hierin en als je hulp nodig hebt mooi door. Dus, uh... Zo leer je wat uh, over jezelf en over elkaar. Yeah. Ik heb ook niet vaak dat ik dan een bericht schrijf en dan... En het wacht met het sturen. En dat ik het dan vijf ja, minuten later altijd, lees. Ja. En denk ik, ja, nee. Weet je wat ik iets. altijd doe? Ik geloof heel erg in signalen. Dus soms ben ik zo aan het typen. Trrr, en dan ja. krijg ik hem niet verstuurd. En denk ik, dat is een signaal. En ja. dan heb ik nog eens dat dus ik nog een keer opdruk. Maar dat het dan bijvoorbeeld niet lukt. Of wifi of iets. En dan denk ik, nee, fijn, je moet hem nu niet sturen. Dat is gewoon een signaal dat je hem nu niet moet sturen. Mm. Ja, ik, dat ja, ja, soort dingen. En dan ga ja. ik wel, uh, of als iets niet lukt, of zo op dat moment. Dan denk ik, nee, het moest gewoon zo zijn dat het niet lukt. ja dat is niet voor niks. Het kost te veel tijd, en en moeite, omdat dan. Ja, Niet per se, ook, ook daar weer. Maar in, dat meebewegen you know? met de golven, wat jullie dan ook doen met elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je flexibel kan zijn met ondernemen. En ook mee kan bewegen. En soms denk je met z'n allen, we moeten die kant op. Maar dan moet je toch de andere kant op en dan los kunnen laten dat dat plan niet loopt maar dat het nog steeds van gaan we naar A maar wel even zo dan ja, ja. in plaats van door die muur soms heen te willen breken wat alleen maar meer energie kost en dat heb ik ook wel bijvoorbeeld met um, juridische dingen dat er soms dingen zijn dat echt niet klopt maar ga ik daar dan elke keer een zaak van maken nee dat denk ik laat zitten dat is allemaal negatieve ja. energie ja ja waar krijg je nou dan hè, dat is negatieve energie waar krijg je nou echt kracht van waarvan je denkt als ik dat door mijn killer body wow. rap. Ja. <laughs> killer body. Nee, oh weet je wat het is? Het is eigenlijk als ik uh, zie dat ik echt dat ik iets doe wat ik dus heel leuk vind. Dus nu met die menstruatiecyclus, want ik leer superveel over mijn eigen lichaam ook. Ja. En dat ik dan zie dat het aanslaat. Want dan ga ik dan een polletje houden of zo. En dan ineens reageren er heel veel vrouwen. Dan denk ik, oké, okay, hier ik echt heel veel vrouwen last van. Ja. En dan weet je, ja, nu zit je goed. Ja. En nu ga ik helemaal daarin door. En dat vind ik dan helemaal top, ja. ja. Hoe vaak oriënteer je dan uh, in, op Instagram of mensen... dat ook hetzelfde voelen als jij? Is dat iets wat je... Gewoon een keertje doet en dan ga je heel boek schrijven, of is het gewoon nee, dat je dat ik... wel wekelijks? Nou, nou, ik oriënteer gewoon, een, zeg maar. We gaan over drie maanden live, zeg maar. Dus dan blijf ik nu in de aankomende drie maanden gewoon die vragen stellen en het een beetje warm maken. En, ja. uh, en ik doe vooral veel, veel onderzoeken lezen, uh, ja. wetenschappelijke onderzoeken. Maar ik ben gewoon benieuwd waar de behoefte aan uh, is bij de vrouw die daar ook allemaal last van heeft. Ja. Deel je dat dan ook? Bijvoorbeeld die onderzoeken die je dan hebt. Dan nou, dat gaan we dus, kijken, dus nu in makkelijkere regioen. plaatjes... gaan we dat de aankomende tijd delen, ja. ja. Dat het makkelijk om... leesbaar is voor, ja. voor vrouwen, weet je wel. Ja. Hoe ga je ja. ermee om dat als je... Dat zie je nu steeds meer, gezondheid, sport, voeding, et cetera. Dat je je in een plek vindt waar je advies gaat geven. Daar komt wetenschappelijk onderzoek bij. Dan heb je natuurlijk een heleboel uh, internethelden. Wetenschappelijk onderzoek, dat kan dan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. En dan hebben mensen er een mening over. Ja. Dat is wel zo, ja. Daar gebeurt heel veel om. Ja. Wat doe jij om enerzijds te weten... oké, okay, ik weet er nu genoeg van... om te zeggen, ik durf hier advies in te geven. Mm -hmm. En aan de andere kant... hoe ga je ermee om als mensen daarvan zeggen... Wat vinden? Ja, daar ben ik het niet mee eens, of dit, ja. of dat. Nou, kijk, degene waar ik dit mee doe, die app... die is heel erg van de wetenschap. Dus die weet okay. ook superveel over de menstruatiecyclus. Toevallig hij is hij bodybuilder geweest. En ik leer heel veel van hem. En hij wil alles wetenschappelijk onderbouwd hebben. Mm -hmm. Ik daarentegen denk... een wetenschappelijk onderzoek is... er wordt worden verschillende groepen onderzocht. Hè? Er zit altijd een placebo-groep bij. En dan zit er ook een groep bij die minder uh, goed dat resultaat heeft. Nou, en dan heb je dus de groep met het grootste resultaat. Dat is dan de uitkomst. Hè? Dus als we nou hebben een groep van 100 mensen. Nou, de placebo-groep uh, is 20 mensen en die reageert zo. En dan heb je zeg maar. laten we zeggen dat er 70 mensen zo reageren en 30 mensen anders. Die 30 mensen... Die worden dan wegge, weggeveegd. Want het gaat om die, zeventi, die grootste groep die dit resultaat heeft. Maar die 30 mm -hmm. mensen hebben een ander resultaat. Maar het wetenschap zegt, die 70 mensen, dus dat is, dat is de waarheid. Mm -hmm. Maar die 30 mensen hebben toch een ander resultaat. En die 20 mensen in de placebo hebben ook een resultaat. Snap je? Dus ja. ik hou me daar niet zo aan. Want ik heb juist gezien met dat killerbody-dieet ook dat niet iedereen op dezelfde manier reageert. Dus we hebben te maken met lichaamstypes, ectomorf, mesomorf, endomorf. We verbranden anders. De een heeft het vet op de buik, de ander op de billen. Uh, de een wordt dik van vet en de ander van koolhydraten. De meeste wel van koolhydraten. Maar er, zijn altijd, er is altijd een stukje van de groep die anders reageert als de grote groep van het onderzoek. Mm -hmm. En die laat je dus eigenlijk. Want je hebt ook bijvoorbeeld vrouwen die bijvoorbeeld allemaal heel goed reageren op uh, weet ik veel, uh, hormonen met de overgang. En bij een stukje niet. Ja, dus die doen dan niet meer mee omdat het onderzoek dat niet zegt. Dus ik ben gewoon van niet alles op iedereen. En ik hecht me dus ook niet zoveel, hecht me ook, hecht ook niet zoveel waarde aan een onderzoek uh, waar hij dat wel, weer wel heeft. En dat is wel heel leuk, want wij zijn dan veel aan het spatten daarover, uh, zeg maar. Maar als je dan kijkt naar de supplementen, die dus goed zijn voor deze fases, die ze hebben allemaal geen wetenschappelijke claims. Dus eigenlijk zou ik dan niks op de markt kunnen brengen. En dat komt omdat het natuurlijke ingrediënten ja. zijn en geen farmaceutische producten. Ja. En dat er, geen, uh, dat er gewoon geen geld aan wordt verdiend. Er zit geen nee, patent joh. op. Dus, dus niets van wat waarvan ik nu overal echt fantastische reviews heb gelezen. Want ik ben alle supplementen die er zijn op de markt aan het onderzoeken. Ik ben de reviews aan het lezen. Ook er is nergens een goedgekeurde claim. Dus ja. dat zou eigenlijk zeggen, um, je kan niks op de markt brengen. Je kan er geen claims erbij nou, doen. Je kan er geen claims doen. Maar als je dan, als je dan heel erg vast gaat houden aan dat onderzoek. Hè, en uh, nou, uh, Dr. Mandy Pels heet volgens mij. Ze heeft het boek geschreven uh, Fa uh, Fast Like a Girl. Ik volg haar op um, YouTube. Ik kijk al haar video's. Zij is sowieso arts. En zij heeft miljoenen uh, volgers die allemaal vasten. En zij doet onderzoek met haar volgers gewoon. Mm. En zij kwam er gewoon achter van als mensen ook vasten voor hun uh, menstruatie dus in die fase dat je progesteron opbouwt dan krijgen ze uiteindelijk klachten met haaruitval en dat soort dingen weet je wel dus dat dat komt door die koolhydraten die je nodig hebt binnen die periode van vasten Ga uit, hoor. ja zo heftig Uiteindelijk, als ze het langer dan een jaar deden, ja, oh. ja, ja, dus niet meteen. Nee. Maar ik bedoel, dat, dat is in onderzoeken niet bekend. Snap je? Ja. Dus, dus dan heb ik dan met, met diegene die die app bouwt... weer discussie over dat eetplan. Natuurlijk zeg nou, er moet wel meer suikers... Ja, maar onderzoek zegt niet, ja, oké, okay, maar onderzoek, wetenschappelijk onderzoek niet. Maar zij doet daar ook onderzoek naar. En ik heb haar boek ook gelezen, snap je? Dus ik denk dat je gewoon, dat je ook die gesprekken met die vrouwen vooral moet gaan voeren. En, en dat het ook een beetje maatwerk is. Bij de ene vrouw werkt dit en bij de andere vrouw werkt dat. En dat je ook niet moet zeggen, dit werkt voor iedereen. Dus dat ja. je daar heel erg op moet letten. En je moet ook geen dingen gaan claimen. Dit is de oplossing of met dit val je af. Ja. Dit kan je ondersteunen. Probeer het uit. Voel het altijd aan. Dat zijn eigenlijk, denk ik, de nuances die je moet gaan gebruiken. Maar ik trek me niks aan van zo'n, uh, weet ik veel, zo'n shaman, jadrian of iets. Shamanadrian. <laughs> Our legend. Ja, daar trek ik me niks van aan. Nee. Hoe, ja, um, want die vindt mij sowieso irritant. Hij, hij vindt, vindt hij veel iedereen. mensen irritant. Ja, ja. Hij vindt ons ook een beetje irritant. Ik denk dat hij ze, ja. vooral zichzelf irritant vindt. Hoezo denk. vindt hij ons irritant? Omdat we een platform geven aan mensen zoals Faya. En mensen zoals Faya die moeten ergens in een kooi. Ja. Uh, op was een, bij Johan uh, toch ook al? Hij is heel erg getraumatiseerd, denk ik. Ja, ja, Johan. Luca. Uh, hij vindt, uh, hoe heet hij ook niet Joop. leuk? Uh, Joep Brovers vindt hij ook niet top. Hij vindt uh, en Michael heb... Platschik ook niet. Nee, maar hij heeft nu ja, ook Ari Booms, maar vond hij ook niet top. Charlotte Labey niet. Nee, klopt, die vindt hij ook niet top. Nee. Ja. Maar iedereen die ook een beetje spiritueel is. Maar dus ook op een gegeven moment, op een gegeven ja. moment had hij iets over mij negatiefs gezegd of zo, en toen had iemand dat naar mij doorgestuurd. Dus ik reageer op haar van, ja, hij heeft vast een heel groot trauma, maar gewoon liefde sturen. Reageer op hem. Geen reageer op. Maar had ik nog <laughs> naar hem gestuurd? Oopsie. Ging je helemaal serieus op mij reageren en uh, toen zei ik uh, op een gegeven moment weet ik niet meer hoe het gesprek ging, maar toen zei ik op een gegeven moment misschien als je een keer trek hebt in uh, een paar toen kom ik hier langs, dus misschien ga je er dan anders naar kijken. En toen, toen zei hij, ik doe heus wel aan uh, psilocybine of uh, psychedelica, hoor. niet dat dat ik dat niet doe. En toen dacht ik, huh, dus heb je dat zo gedaan? psychedelica? Ja, ja, dat ook is dus, nog vind ik ook doen. wel interessant, maar want dat, dat zal ik ook dat Jet daar wel eens over hebben. Ja, ik. Sowieso ja. uit het raam springen als ik dat doe. Want? Ja. Te veel uh, behoefte aan controle. Van blow wordt het wel helemaal psychopathisch. Nee, ik denk dat je dat hebben. Nee man. Ik maar dan nog krijg, krijg je dus bevielen. echt wel... Als je een goede dosis neemt daarvan... Ja. Want ik vond het heel <laughs> grappig dat hij dat dus had genomen. Want wat je eigenlijk... Als je echt voldoende neemt... Dus laten we zeggen 30 gram met psilocybine... Dan zie je je eigen oh, gedrag. Dit is geen advies trouwens voor iedereen thuis. Ik wil Schrijf niet tegen een andere psychose, de de psychose de Ik ga flippen als ik dit Heb je ook schipen. nog een website? Uh, nee, nee, nee. Ja, Wise Roots. Ja, Wise Roots. Wise Roots. Ook Wise dit wederom, geen advies. Nou, Wise Roots kan je adviseren. Leuk. Want dat is gewoon een, 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 een business die dat verkoopt. Maar kijk, ja. ik, kijk, ik heb dat dan wel gedaan. En wat, wat je dus ziet, is je ego. Ja. Dus je, je, je heel, als je zoveel neemt, zie je echt je ego. Dus dan zie je dus eigenlijk... Wat jouw gedrag voor effect heeft op een ander. En het is niet oordelend, maar je, het is heel confronterend. Observerend. Uh, ja, ik schaamde me dood. Oh. Want daarin zag ik ook, oh, ik zeg nooit dankjewel. Ik ben nooit attent. Uh, ik mag wat vaker complimentjes geven. Ik, ik zat te janken omdat ik do, mijn dochter te weinig complimentjes geef. Ik zag heel erg wat mijn uh, strenge opvoeding met mijn kinderen deed. Uh, ik, ik, ik zag gewoon het effect van mijn gedrag op de ander. Ja. Ik zag dat alles een verdienmodel was. Ik vind het Nee, maar daarom, daarom dacht ik, als die Shamadrian dat dan heeft, ook neemt, hoezo ziet hij dan zijn eigen gedrag niet? Maar maar ik je denk je dat, dat hij, dat, want dat is wel, vind ik interessant. <laughs> ik is zou heel graag eigenlijk een keer Shamadrian en bijvoorbeeld Richard de Let samen in een podcast hebben, omdat ik uiteindelijk zijn ze namelijk twee kanten van dezelfde munt. Zij willen namelijk dat mensen gezonder, beter et cetera leven. Dus het is eigenlijk jammer dat er een conflict tussen beiden, of ik weet niet of een conflict is, maar dat er een discussie ontstaat die niet productief is. Want als je beide hetzelfde wil, dan zou je als je elkaar leert begrijpen en je ja. uitbreidt, zo denk ik dat het Ja, maar veel ik meer denk, mensen, kunnen, mensen kunnen vaak gewoon zich niet verplaatsen in dat een ander er anders over denkt. Nee. Maar, uh, uh, ja. Dat is, vinden ze heel erg moeilijk. Maar ik denk ook wel dat het gewoon goed is... Ja, okay, ik ken de hele gast niet. Hè. Er wordt wel vaak over hem gepraat. <laughs> dat, vind wel, dat vind ik wel grappig. Ik denk wel dat het heel erg goed is dat zo'n persoon bestaat. Want heel eerlijk... Alleen maar ja en amen zeggen tegen mm. alles wat Michael Plagic, Richard J.K. let en iedereen vertelt. Mm -hmm. in in dat vijaloud. is ook niet goed. <laughs> nee, daar moeten dat... je wel gewoon ja en amen En dat is ook bij de podcast. <laughs> weet je, wij vertellen ja. ook heel veel dingen. Maar wij zeggen ook altijd: van, ja, niet iedereen alles werkt voor iedereen. En mensen die happen en die slikken het wel alsof het gewoon zo is. Je lezen nee, één boek is... en volgen alles één op één op. Ja, en zo met dan... andere en zegt wel eventjes... Hey, maar wel als effect. het voor diegene... Kijk, nee, maar dat snap ik. Maar als het voor diegene wel werkt, werkt het wel. En dan heb je ook nog placebo, hè? Ja. Dus het, als het voor diegene wel werkt... en dat ene boek werkt dan wel voor diegene. nou, werkt het boek niet, dan ga je een ander boek ne nemen... wat misschien kan we werken. Dus, en hij ja. zegt gewoon, het is allemaal onzin. En dat is, uh, okay. is ook weer heel... Ja, dat weet ik niet. ...extreem. Nou, als het niet wetenschappelijk is, bewezen. Ja, snap ja. je? Dan is het onzin. Ja. Maar ja, wetenschap loopt altijd 30 jaar achter. Dus dat is. Uh... Vroeger dacht, dacht je dat. We, we, de, vroeger dachten ze dat wat je niet kon zien met je ogen. dat dat er niet was. Ja. Voordat er een, <laughs> een microscoop kwam. Ik nee, moet... maar ik bedoel, snap je, er is nog zoveel niet ja, ja. onderzocht. of wetenschappelijk onderbouwd. En dat is ook zo. Kijk, je hebt wetenschap. en die onderbouwt van wat er nu al is. Maar er moet eerst ook geld voor komen. Dus dat kan verlaten afgiften. Nou, dat duurt. Uh, vijf jaar, tien jaar. Maar het kan ook dertig jaar duren. Dan heb je een Andrew Huberman. die best wel recente. Uh, wetenschappelijke onderzoeken ook echt laat zien. Maar die zijn je ook slecht, hè? Maar is dat... ook in de doofpot nu. Precies, een heel mooi in de doofpot. Maar dat komt gewoon omdat sommige studies nog verder onderzocht worden. Omdat het wel zijn, maar nog geen peer-reviewed studies... Ja. wat gewoon soms 30 jaar lang duurt om iets te kunnen bewijzen. En dan heb je technologie. En Technologie, daar hebben we toen met Igor Beugel over gehad, dat loopt altijd voor. Dat loopt altijd één jaar tot dertig jaar voor. Ja, maar dus wetenschap en technologie gaan elkaar nooit... Vinden. Vinden, technologie ja, ik vind daar Sabine wel een heel mooi voorbeeld van. van Ondanks dat ik het zelf nooit gedaan heb, zie je volgens mij hoe ik het nu begrijp ook wel dat. De hippies zeiden we eigenlijk al van, hey, deze shit gaat de wereld een betere plek maken. En nu zie je volgens met psilocybine langzaam wel ook vanuit wetenschappelijk onderzoek yeah. steeds meer een plek krijgen. Dat zegt van nee, hey, voor neurologische herroting yeah. uh, van allemaal yeah. dat soort dingen, uh, traumaverwerking verwerking dat soort dingen yeah. zit er misschien wel echt een legit business case. Yeah. En dan denk ik, van, ja, dat, daar zie je dus wel een uitdaging. Het zou doodzonde zijn als er voor eeuwig gezegd zou worden truffels zijn in de band, want ja, niemand heeft bewezen dat het goed kan werken. Maar ik snap ook heel goed dat als jij een familielid hebt dat een lijp psychose krijgt omdat iemand op het internet zei, ja, je moet echt een keer truffels doen. Dat je ja, dan je denkt, onder iedereen, die dat, sowieso doen, hè? iedereen die dat ja. ooit claimt, moet de gevangenis in. Ik snap ja. dat ook wel, weet je wel. Ja. Dus ik begrijp ook wel dat daar wrijving kan ontstaan. Ja, ja maar je moet sowieso ja. natuurlijk altijd onder begeleiding dat doen. Als je dat soort doses doet. Maar microdosis dus dan niet. Maar dan hoor je ook niks te voelen eigenlijk. Dat zou ik wel nog een keer willen doen, Neuroplasticiteit. Ja, dat kan echt wel... Dus ja, ja als je een probleem hebt en je wil aan dat probleem werken... en je gaat tegelijkertijd die microdosis nemen... dan maak je nieuwe paden, neuropaden aan. En dan kan je probleem dus heb ik genoeg, een gewoonte dat, uh... veranderen. Wat heel moeilijk is om een gewoonte ja. te veranderen. Dus het kan wel helpen, ja. ja, ja. Nice. Hey, ik was dan ook wel benieuwd, <laughs> ik zag ook... Um, langskomen dat je op een gegeven moment, ook op je website had je dan een aantal medische claims en had dan de, hoe heet dat nou, voedsel- en ware autoriteit, iedereen had daar meldingen van gedaan of zo. Mm -hmm. En dan moest iets dat veranderd is, dat worden. Is, dat was door die Shamaan aangegeven. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Dat was zeg maar op MSM. Dat is een ja, supplement ja. waar eigenlijk in principe geen één claim op zit. Mm -hmm. um, en Shama Adriaan die heeft toen oproep, een oproep geplaatst aan al zijn uh, volgers van of ze mij wilden melden bij de voedsel- en Warenautoriteit. En het was een beetje: kijk, dat doe je met producten die eigenlijk geen gezondheidsclaim hebben, ga je een beetje het grijze gebied opzoeken. Mm -hmm. Dus die gezondheidsclaims stonden er ook niet op op mijn website, maar die stonden op een andere website. Mm -hmm. Maar ja, datzelfde bedrijf, dus dan hang je natuurlijk ja. gewoon. Ja. Uh, en daarnaast um, uh, <coughs> hebben wij reviews, en dat was voor mij nieuw. Er zijn mensen die het dan gebruiken, uh, die. Heel erg tevreden waren over het product, behalve op de smaak, want het is ontzettend vies. Maar ja. het is nog steeds een van de mooiste producten, vind ik, ook als het gaat om de aanmaak van collageen. Ja. Um, maar uh, die reviews van mensen die erop schrijven, die bijvoorbeeld ook een claim bevatten. Dus iemand, bijvoorbeeld, mijn vriendinnetje heeft het genomen voor de huid, maar die kwam van de hooikorts af. Mm -hmm. Dat was een bijkomst. Mag ik eigenlijk niet zeggen, dit hè, nu? Dit is niet waar. Ja, ik <laughs> krijg juist meer waardes. Nou, als iemand dat dan heel enthousiast onder, onder de poot zet, dan moet je dat dus weghalen. Oh, grappig. Want dat is een medische. Ja, en, en uh, Hollande Bert heeft aan de rechtszaak, 250, uh, 250, een rechtszaak mee verloren: 250.000 euro. Dus je bent pol. dus ook nog eens een keer verantwoordelijk voor als andere mensen een goede ervaring hebben en dat delen. Dat mag je dus niet toestaan, hmm. in de en, reviews. Ja. En ik heb dat wel voor laten komen, omdat ik het daar e echt niet mee eens was. Uh, en dat heb ik verloren, ja. die rechtszaak. Uh, want I ja, ook door die rechtsuitspraak van, denk ik, Onland en Barrett. Die zijn trouwens ook een hoger beroep gaan daartegen. Je bent gewoon verantwoordelijk voor wat er op je website staat. En, maar eigenlijk komt het erop neer dat met MSM mag je alleen laten staan dat het vies is. <laughs> want het is ja. vies. En de rest mag je niet vertellen. <laughs> ja, 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 ja. ja, dus dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Want je ma ja. Ja, het supplement bestaat. Het bestaat niet voor niks. Het bestaat al eeuwen. Het wordt echt al eeuwen gebruikt. Voor, om heel veel redenen. Maar je mag het niet vertellen. Maar ja, het is gewoon de wetgeving. Ja, hoe ik daar dan mee omga. Gewoon flexibel. Want ik heb iets gedaan wat niet mag. Ik heb een grijs gebied opzocht. En dat heb ik gewoon gedaan. Dus ja, daar nou moet je dan voor op de bladen zitten. Ik ben niet iemand die dan boos afhanen. wordt op je madrian ja. die dat heeft gedaan. Dat, heb, dat risico heb ik natuurlijk zelf gewoon gelopen door te doen wat ik zelf doe. Alleen ik ben dan wel nieuwsgierig. Dus daarom ben ik dan wel gaan kijken van hoe zit dat dan met die, met die reviews en zo. Ja, dat ja. is wel gewoon vervelend. Ja. Maar daar zie ik nu ook alweer dat andere bedrijven heel slim reviews dan niet op hun site zetten, maar op het platform van de review. Kun je dan, kun je het dan wel, maar kun je ja. het dan wel projecteren op je eigen website? Nee. Of mag dat ook niet? Nee, nee dan dat moet dat je. De, de dus klikt op de review en dan staat de review dus bij uh, Trustpilot. Oh, dat kan nog best wel lastig zijn, want. Soms heb je dat je gewoon Trustpilot weergeeft naast een productpagina. Ja. En dat die soort van embedded is. Dus dat die gewoon dingen laat zien die er nieuw geplaatst worden. Maar stel je voor dat je bij wijze van spreken voor vier weken op vakantiebed en iedereen. Eigenlijk het zegt een claim. het dus gewoon dat je je reviews niet meer automatisch op mag loaden. Nee. En kijk, aan de, ergens. Niet handig, ik kom dan uit nee. de dropshipping. Of kom uit de dropshipping wereld, zo ben ik een beetje in aanraking ja, met ondernemen. Topshippen. Kijk, er wordt ook wel veel gesjoemeld met, met reviews op websites. Dus ergens snap ik het ook wel dat. Nou, er... wat ik nu vooral zie is dat er heel veel loyaliteitsprogramma's aan reviews en zo zitten. Ook dat. Ook, mag dat. Eigenlijk ook niet. Ja, klopt. Hoe ja, kunnen de mensen dan nou zoveel reviews hebben? Maar ja, dan als je dit, dan krijg je dat. En uh, als je ja. een review plaatst, en krijg je dit. Dat mag dit. ook niet. Nee, dat mag sowieso niet van Trustpilot, Weet je ja. wel? Dat, dat mag gewoon echt niet. Maar ja, het is wel jammer als je zo'n mooi product verkoopt als MSN, wat echt een heel mooi product is. Ik verkoop het echt al jaren en niet voor niks, ondanks dat het zo vies is. Mm -hmm. Wat zoveel dingen doet. Ja. ja. Maar Wat is, is MSN? Wat is het is, is eigenlijk zwavel. Zwavel. God, dat is, dan weet je het wel te verkopen. Ja, het is zeg maar vroeger, je moet het zo zien: dan um, kwam er uit de zee, uh, komt uit de zee, in, uh, ja, dan verdampt het en dan komt het weer op je groente. Maar dat gebeurt natuurlijk niet meer. Zeg maar, het komt uh, uit de algen van de zee, als ik het goed vertel. En dan kwam het in de via de regen, kwam het dan op je groente. op je groente. Maar nu komen we allemaal zwaveltekort. Ja, en uh, ja, ik mag dat dus eigenlijk nu ook gewoon echt niet zeggen wat het dus doet. Dus en als je dat dus inneemt, dan heeft het gewoon heel veel voordelen die je kunt googlen <laughs> op internet. Die je wel kan vinden op Google, maar niet uh, nee, mag ik mag zeggen, echt op een, niet zeggen. in een YouTube video die wel ook van nee, maar ik ga, ik komt, ga, ik ga er ook Google's. maar niet meer aan branden, want uh, nee. dan ben ik wel echt een ezel. <laughs> Ja. Nee, maar ik, ik kan daar wel om lachen. Kijk, weet je wel, of lachen niet. Ik leer daar gewoon van. Mm -hmm. Alleen omdat hij zo haatdragend is en de hele tijd maar negatieve dingen doet, ben ik hem op een gegeven moment wel gaan, blokke gaan blokkeren. Ja, nee, dat is logisch. Heb je dan uh, uh, zelf ook wel eens gewoon bloedonderzoek gedaan. om te kijken van hé, hey, waar zijn mijn eigen tekorten ja. in mijn bloed en zo? Ja, ja, ja. Kwam je dan Alleen ook... maar bij magnesium uit eigenlijk? Magnesium, je had magnesium tekort. Ja. Okay. Ja, Bij de dat... andere, geen andere supplementen of voor andere supplementen Nee, andere, nee, andere even nadenken hoor. Ik heb die, ik heb wel een paar keer bloedtest gedaan, maar ik heb die EMB bloedtest gedaan, ken je die? Nee. Uh, ja. Er is ook weer een hoop kritiek op, toch? Ja, er is ook weer kritiek <laughs> op, maar in ieder geval kwam magnesium daar wel uit. En uh, Q, Q10, volgens mij, kwam er uit. Viel wel mee voor de rest. Wat is maar maar... Q10. Ja, dat is dat rode kleine pilletje. Ja, ja weet niet? Ja, Q10. Dat is ook dat heb je dat een dagcreme of niet? Q10 dagcreme? Ja, dat zou misschien wel kunnen, maar het cutin... is meer op je huid. Ja, en, maar je ik doet. neem wel supplementen. Ik neem altijd wel uh, D, C. En magnesium soms wel en soms vergeet ik het. Maar we moeten dat eigenlijk wel gewoon iedere dag nemen. Ja. En zwavel. Ja. ja, maar dat vind ik dus heel vies. Dus ik sla ook er dus over. Maar kan je dat dan niet gewoon in een capsule douwen? Of is het te veel volume om ja, 10 het te doen? Ja, het is een beetje te doen? veel volume. Moet je tien capsules naar binnen Ja, en ik kan. heb er dus nu, wat ja. ik dus nu heb gedaan... Ik heb er vitamine C aan toegevoegd. Want dan kan je die claims wel maken. Van huid en haar en nagels. <laughs> ja. <laughs> uh... Heerlijk. Lekker scheef ook. Maar ja, prima. Ja, want ja. anders kan je het hele. Je kan niet een product verkopen waar je niks over mag zeggen. Ja, ik moet het product kopen. Wat het doet, ja, kan ik helaas niet vertellen. Weet je. Koop nee. deze rommel. <laughs> <laughs> ja, zo ja. 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 Zijn er ja. dan nog producten waarvan je zegt, hé, hey, dat ligt ook nog? Dat wil ik ook nog echt gaan verkopen. Nou ja, dat is nu allemaal... Dat, kijk, dat ash Ashwagandha, Shatavari, al die dingen... Die, ja, die zitten natuurlijk ook weer in een negatief daglicht. Tenminste, uh, ashwagandha, nee? ashwagandha... Ashwagandha heeft het ja. nu gedaan, toch? Ja, dat heb ik ook in product. Dat is een supermooi product. Ja. Wat is ja. daar... Daar was ik weer wat mis mee. Maar dat, daar kun je wel claims op doen, toch? Daar ja. zijn wel gewoon nee, uh, wetenschappelijke onderzoeken naar. Zijn er geen claims? Nee. Maar je wat bedoel het trouwens met claims? Dat ze juist wel voordelen mag zeggen of geen ja, voordelen. Claims. Als je goedgekeurde claims hebt, dan mag je er iets over claimen wat het doet. Ah. Mag dat niet bij Ashwagandha? Nee. Nee. Ik dacht van wel. Je, wist je dat op cafeïne ook geen energieclaim zit? Dat mag nou, niet, hè? Dan heeft die persoon oh. nog nooit cafeïne gedronken. Nee, ik. maar er zit, op B zit de cafeïneclaim. Dus alle Red Bulls en zo, die hebben allemaal B erin. Vitamine B. B. Ja, op de B zit de cafeïneclaim. Of de, de, energieclaim. de energieclaim. Ja, niet wow. op de B12 en zo. Maar dat, om dus even aan te geven hoe claims werken. Ja. Er zit geen claim op cafeïne dat het energie geeft. Grappig. Dus ja. claims zijn ook niet okay. alles, snap je? Nee. nee dat ja, is ja. te kort door de bocht. Ja, nee. en Het Eens. is zo natuurlijk iets pas van de laatste. Het is de ook niet sennia's. per se slecht, hè. Want als ze allemaal producten gaan verkopen waar we van zeggen wat, dat dit doet en dat doet, en dat allemaal niet waar is, dat is natuurlijk ook niet fijn voor de consument. Dus het is ja. niet per se slecht, alleen nee. het loopt wel allemaal achter. Ja, ja. Hey, Ik ben gewoon heel benieuwd wat ik wel interessant vond. We hebben ook tijd lang een, een, een partner gehad en ook een goede vriend van ons. Die zat, die verkocht pijnpollen, dus de pollen van een uh, dennenboom, zeg maar. En daar kun je ook eigenlijk geen claims over doen. Maar hij zei ook, van, ja, er is ook geen, er is geen incentive om hier wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Wat vaak wel is bij gepatenteerde uh, mm -hmm. bestandsdelen, want ja, daar kan de farma natuurlijk geld op verdienen. Hij zei van, ja, wat ik eigenlijk wil is commercieel zo succesvol zijn dat ik zelf onderzoeken kan gaan financieren. Oh, yeah. Ja, dan heb je natuurlijk nog steeds conflict of interest, want ga je dan echt een puur... Maar dat is eigenlijk waar je wel naartoe gedouwd wordt. Is van, ja, als je een claim wil kunnen doen, over bijvoorbeeld dat MSM of over whatever, ja, dan moet je dus commercieel zo succesvol worden dat je een onderzoek van een paar ton kan yeah. financieren. En dan ook maar accepteren dat mensen nog steeds gaan zeggen, ja, maar je hebt het zelf gefinancierd. Ja. En dan nog steeds een paar ton is niks hè, in de onderzoekswereld. Het gaat echt om miljarden om uh, echte medicijnen te onderzoeken en daar wat over te kunnen zeggen. Ik ja. denk dat de consument gewoon zelf onderzoek moet doen. Ja. En ik denk dat je gewoon moet aanvoelen, en ik denk dat we dat heel erg verleerd zijn, intuïtief eten, intuïtief voelen. Uh, ook zelfs mijn supplementen neem ik intuïtief, dat ik denk nu even niet, of nu voel ik dat ik ze wel even weer nodig heb. Ja. Door gewoon te voelen, resoneert dit wel of niet voor mij. Kijk, wat ik zeg, het is ook niet voor iedereen hetzelfde. Mijn paarden, de e mijn ene hond eet dat eten wel, mijn andere hond niet. Mijn paarden eten dit eten wel en dat eten niet. De paarden van de buren eten het wel. Dus je kan het niet op een hoop gooien. Ja. En de ene heeft die uh, magnesium die, die hij uh, lekker vindt, of die opvangt, opneemt. En die andere, die magnesium. Dus ja. ik denk dat de consument beter kan kijken van, ik heb deze klachten. Mm -hmm. Of ik wil dit bereiken. En dan zelf onderzoek gaat doen van, wat heb ik daarvoor nodig? Ik moet wel zeggen dat ik daar één ding, die mensen, hun wilskracht en overtuigingskracht daar heb ik alle respect voor. Maar ik zou het zelf nooit doen. Je hebt ook wel de mensen die dan bijvoorbeeld echt ernstige ziektes gaan helen op manieren van, ja, voel je lichaam en zo. Daar denken we altijd van, nee, dat is wel een wild terrein om je op te begeven. Dus dat is wel iets wat ik lastig zou vinden van, ja, tot waar, tot waar gaat dat op? Ja. Ergens stopt dat, of in ieder geval, ergens denk ik ook weer van, laat ik zo zeggen, het komt wel eens voor dat iemand advies krijgt van, eh, ja, nee, je kunt je ziekte genezen met dit. Ja, die gaan gewoon dood. Ja, ook, maar er gaan ook heel veel mensen dood van chemo. Ja, tuurlijk, dat is waar. Elke dag. Dat is waar. Heel veel. Ja. ja, en dat is dan, wordt dan niet benoemd, snap je? Ik nee, ja dat, bedoel, dat spreekt ook wel zin. Maar ja, je iemand gaat, die echt heeft, een gaat dood door aan de chemo. Toe. En je zet je lichaam gewoon in de magnetron. Ja, en al je dus, cellen worden nou ja, ja, dat. Dus er ja. zijn er ook wel mensen die het wel overleven, maar die krijgen wel na tien jaar weer kanker. Ja. Kijk op het Weet je dus, het is, Ho Hoeft niet altijd, hè? Maar de nou, 22% is aanzienlijk procent groot. van de mensen met borstkanker krijgt het na tien jaar krachtkanker. Ja. Dus 22% procent bedoel ik, overleeft het maar. Mm -hmm. Dus mensen die het nu dan overleven met die borstkanker, de borststraf, chemo, die krijgen maar 22% overleeft het daarna. Ja. Snap je? En dus, de, kijk, als er één iemand denkt ik ga het anders doen en die gaat dood, dat wordt heel ja. groot nieuws, weet je ja, wel? Tuurlijk. ondertussen gaan er elke dag mensen dood aan chemo. Ja. ja, dus dan wordt het eigenlijk gewoon een numbers game, dus dan moet je het goed weten Het is eigenlijk, weet je, met chemo en... is het ook zeg maar, iedereen krijgt dezelfde behandeling. Ja, en de behandeling bestaat Van al. gemo's, ja, hup, klaar. Weet je wel zo. Terwijl... Ja. En het bestaat ook al sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds, sinds die niet meer verder ontwikkeld. Ik, als ik daaraan moet denken dat ik chemo zou moeten krijgen, krijg ik echt helemaal... Uh... Alleen ja, heel maar eerlijk, als ik de keuze zou hebben... moeten maken, ga ik het dan niet doen. Omdat ik geloof in iemand anders die wellicht wat weet. Dat, dat zou ik Ik zou niet weten hoe ik daarmee zou ah, dienen. We hebben gisteren hier bijvoorbeeld nog iemand gehad die had uh, uh, prostaatkanker. Was ook uh, uitgespreid. Long. Longmaag uh, long alles heeft een paar operaties moeten doen en chemo uh, en we zijn nu wel 15 jaar verder en hij leeft nog kijk mm -hmm. en natuurlijk dat is een individu, individu ja maar er gaan heel veel mensen overleven het ook en heel veel mensen en natuurlijk met chemo is het wel algemeen bekend de meeste mensen die gaan binnen vijf jaar zijn gewoon overleden dat is wel gewoon statistisch en heel veel sneller ja? mijn vader ook ja en mijn zusje ja, ja. per, per soort kankersoort uh, is het wel verschillend het is gewoon kankerverwekkend. Hè? Dus je moet het zo zien. Als jij aan de chemo zit, mag je kinderen niet bij je bed slapen. Mag je niet naar het ja, toilet. Klopt, omdat ja. je, uh, ja, je plas is ook giftig en shit. Ja, die mag, iemand moet twee keer doortrekken voordat jij dan daarna weer naar het toilet mag. Je en je, je mag het niet de eerste 24 uur na zo iemand in bed liggen. Die is gewoon ja. kankerverwekkend. Ja, ja, dat is wel echt leuk. Het doet gewoon je cellen. Dat ja, is, ja, wat ik zeg. Je ja. doet alles. jezelf gewoon in de magnetron, Je nieuwt ja, jezelf gewoon. Ja. Ja, precies. Ja. Nee, ik zou dan toch wel voor vasten gaan. Zeg ik eerlijk. Voor vasten? Ja. Gewoon niet eten. Ja. Kijk, als je daar de onderzoeken over leest, en daar zijn er ook heel veel onderzoeken met chemo al over bekend: van mensen die dan borstkanker hadden en die met vasten gingen en zonder vaste, zeg maar, uh, met hele goede resultaten. Maar vaste autofagie, dus dat je cellen, zeg maar, mm -hmm. zichzelf gaan. Dat geloof ik, ja, ja. Die halen de suikers uit die kankercellen en dan die kankercellen breken dan af. En kanker groeit op suikers. Dus als jij gewoon compleet in ketose gaat en geen suikers meer binnenkrijgt... dan gaat jouw lichaam zichzelf gewoon opruimen, opschonen. En ik zeg niet dat dat voor kant... iedereen gaat gebeuren... maar ik zou denk ik wel... op het moment dat ik nu kanker zou hebben... dat als allereerste doen. Want vast is in principe ook wel weer een stressor op je lichaam, toch? Ja, alleen je het eet, dus dan... Het, 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 het krijg, je lichaam krijgt de ruimte om zichzelf te herstellen. Dat het niet bezig is met ja. suikers verwerken. Dat ook dus ook iedereen even... thuis, volg het lekker voor jezelf uit. Ik ga niks alleen maar over wat je het beste kunt doen. Ik zou het ingewikkeld vinden... als ik zelf kanker zou hebben, wat de fuck ik zou doen. Dat echt maar je vindt. hebt daar ja, ja. nu ook best wel veel gewoon onderzoeken naar met en chemo en vasten en dan ja. en dat soort dingen. Maar ik zou denk ik als eerst gaan voor vasten en dan weet ik het niet. Ja, ik heb geen borsten meer om weg te snijden, maar ik zou zeggen gewoon eraf. Draaf, ja. Maar ik hoorde laatst een verhaal van iemand die kanker had in zijn piemel. En toen had die dokter dus ook gezegd: van... hak uh, hem eraf. Ja, het heeft hij niet gedaan. en Hij heeft zichzelf genezen. Dat staat op YouTube. Met allemaal filmpjes. Toen moest Piemel vasten. Jongens, we gaan het even een paar weken niet meer. Nee, ja, hij heeft het wel met vasten gedaan. Hij heeft ja. het helemaal vastgelegd met documentatie. Oké. Okay. Ik zal wel de linkjes sturen. <laughs> maar, maar, ja, zou jij, wat maar wat zou jij dan op. doen? Eerlijk met die, want die vond ik ook wel heftig. Als ja, Piemelkans. Ja, dat ze gewoon tegen je zeggen, hij moet eraf. Ja, Oké, okay, maar dan heb ja. ik. Oké, okay, ik heb. Misschien gek, maar ze kunnen tegenwoordig een broccoli, daar kunnen ze een bloemkoffer van maken. Ze kunnen alles ombouwen. <laughs> kunnen ze dan niet gewoon het bovenste stuk ja, afknippen? Jij, jij, bent, en dan jij die... zegt net heel resoluut, ik zou dan niet. Ja. Maar stel je voor dat, hè? deze meneer komt uit België trouwens en die heeft zichzelf dus helemaal genezen met vasten. Ja. Maar de, de, met een de heel stappenplan, maar die krijgt gewoon te horen die piemel moet er nu af. Wat zou jij dan doen? Nou, was toch ooit een porno-streken? Je moet gewoon op de lach gewoon echt niet grappig in. Nee, het is nee. ook echt fucked op. Maar, maar... Toch een mannequin... no, maar wat zou jij dan doen? als jij dat morgen... Ik kan? zou de opties willen weten. Dus wat ik ja, zeg, in het ziekenhuis kijk, kijk, zeggen ze gewoon, nou moet eraf. af. Ja, ja, maar, okay, ja. maar dus, dat accepteer ik al niet. Dan wil ik precies weten, kijk, waar zit het? Is het alleen het zwellichaam? Zit het ook boven in de eikel? Want als de eikel het gevoelig stuk is en ik weet dat ze voor vrouwen kunnen creëren, kunnen ze dan misschien niet het tussenstuk eruit snijden en, en iets je nieuws bouwen? maar ik zou niet kijken naar zelfhelende methodes. Dat is ook een optie. Ik zou er naar kijken. Ik zou alles in me opnemen. Maar kijk, uiteindelijk het stuk eruit snijden en als ze er nieuwe ertussen kunnen bouwen van de uh, kuitspier of zo, weet ik veel, kan ik ook nog zeggen, doe hem even vijf centimeter lang. Dat kan ook. Want er is ooit zo'n porno-stijl geweest, die is bekend geworden omdat hij een ongeluk had. Z zijn ex-vrouw had zijn uh, lul eraf gebeten en daarna heeft hij gewoon een nep lul erover gehad. Als een zond. <laughs> dat is nog echt, zoek maar op. Hier. En dan uh... dat is echt wel een kant. Echt. <laughs> Welkom bij ja, de Loggenoot-podcast. En die, die gaat is nog super bekend geworden ook. Ja. Het is toch, maar ja. dan dat moet dan ook nu, zou dat ook wel... krijgen. heel eerlijk, Bob Marley had ook kanker in zijn kleine teen. Of grote teen trouwens. <laughs> die heeft er niks aan laten doen. Dacht, ik ga het ook natuurlijk helen. Ja. ja, hij is gewoon overleden. Steve Jobs, Echt? Idemdito. Ja, hij leeft niet meer, Bob Marley. Nee, maar is dat door die teenkanker? Hij had, uh, hij had kanker onder zijn nagel. En toen zei hij van... Toen zei ze moeten we, je na, of, uh, moeten we je tenen yeah. die teen afsnijden. Zei hij van nee dat doe ik niet, want dan kan ik niet meer dansen. En op een gegeven moment is dat dus zo ver uitgegroeid dat hij ook zwakker werd. Dus ze weer gaan. Toen was het verder uit, uitgezaaid. Ja, nee, maar je moet niet snap, niks ja. doen. Ik zeg ook niet, ik zeg ook niet per se dat ik nooit chemo zou doen, maar ik zou gewoon eerst uh, gaan vasten. Ja. Kijk, dat het niet, ja, want kanker groeit gewoon op suikers. Dat is algemeen bekend. Ja. Alsof... Ik zou inderdaad gewoon uh, eerst 30 dagen stop met alles wat we doen... en dan gewoon volledig verdiepen in onderzoek... en hoe we dat ja. zou kunnen genezen en wat opties zijn. Dat is wel een lijp idee. Stel je voor dat je gewoon... Maar ja, waarom praten we hierover eigenlijk? We zijn je niet moet, op het niet, op je moet het gewoon uh, niet visualiseren ook niet. Geen slechte juju op jezelf. Nee, nee. Ja. klaar man. Ik krijg ja, vroeg, okay. dat ja. niet voor. op tafel blijft mij bespaard. Ja, ja. Laten we dat. Ja, jij uit. begon over piemelkanker. That's, <laughs> <laughs> that's on you. Je <laughs> moet de eerste die dat doet hoor. Ja, maar ik kreeg dat dus toevallig laatst te horen... en iemand zat daar helemaal diep in... en die zat er helemaal over te vertellen... En die man heeft dus die heeft toen deel, tegen het ziekenhuis gezegd. Nou, ik wil me niet uh, laten. Ik ga dat niet doen. Dus heeft het ziekenhuis worden. nog wel geholpen in scans maken. Dus hij heeft alles zeg maar. Ge, uh, gedocumenteerd. gedocumenteerd. Hij foto's. heeft echt een YouTube kanaal. En dan zie je gewoon week 1, week 2, hoe die vast, hoe die in keto blijft. En, en dan zie je dus dat, dat dat tumor verdwijnt. En hij is nu genezen. Nou, <laughs> leuk. Om het onderwerp even helemaal te switchen. Um, Online vond ik ergens dat je volgens mij in de quote drie jaar geleden zei... Je, ik wil Killer Body verkopen voor 100 miljoen. Hoe staat het inmiddels met het plan? En wat is de gameplan voor de komende jaren? Nou, ik ga nu een stukje verkopen, maar niet voor 100 miljoen. Ja. <laughs> maar ik denk wel dat het met deze strategische partner die erbij komt... dat het uh, mogelijk is. Hoe gaan jullie dat aanvliegen? Want ik heb geen idee hoe groot het nu is. Hoe ziet dat groeiplan eruit? Want dat vinden veel ondernemers ook interessant. Van, ja, weet je... Internationaal is dat wel, want in Nederland ga je dat gewoon niet redden, zeg maar. Ten, ten eerste was het natuurlijk eerst die repen. Nou ja, dan, heb je, dan hebben je het over producten die 2 euro consumentenwaarde kosten. Dus als mm -hmm. je heel veel repen doen, dan gaat het sowieso niet. Nu met die hele supplementenlijn die je uitbreidt, is er natuurlijk al wel veel meer kans. Als je kijkt naar spelers, zoals bijvoorbeeld zelf, bijvoorbeeld doen het in Nederland al heel hartstikke goed. Uh, dus ja, die markt gewoon gaan claimen de aankomende jaar voor de vrouwen. Dat is dan mijn doel, dus zeg maar als, uh, als doelgroep binnen Nederland... Daarna met Toll Retail uh, Internationaal, dat is dan de distributeur, die uh, die ook Tony Chocolonie zeg maar, wereldwijd. Uh, met hun uitbouwen, zeg maar. En dan heb je ook de hele romslomp niet van uh, de gesprekken met de supermarkt. Mm -hmm. Omdat, dat is gewoon bij hun, ik verkoop gewoon aan, aan retail, zeg maar, Toll. En dan die nieuwe strategische partner, ja, dat, die zijn gewoon echt een rot in het vak als het gaat om, om, om deze markt waar, waar ik me in bevind. En eigenlijk is, de, is het verhaal van, uh, van met Tol en met die strategische partner gaan we dan. Ga, die neemt Nederland en België over en Frankrijk. Uh, en um, ik ga dan helemaal volledig focussen op de webshop. Uh -huh. En uh, ook internationaal. Dus op het moment dat wij bijvoorbeeld in um, het Midden-Oosten live gaan in de retail, dan, gaan we, dan starten wij zeg maar de webshop uh -huh. in het Midden-Oosten. Dus ik ga wel offline en online elke keer per land uh, tegelijkertijd starten. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje hoe het, uh, hoe het de gaat. Mijn partner die doet het dan fysiek en jij doet het jij doet het online. Online, ja. Ja, dus ik ga niks meer met de retail zelf doen. Nee. nee. wanneer komt die killerbody vodka? Nee, vodka. Nee, dat past niet in het... Uh... Well, dat Sparels. heb je gezegd. Bij JJ Boske. Heb ik dat gezegd? Ja. Oh echt? The killer body vodka zei je. Dat, ah. dat leek je toen. Nee, dat goed past idee. niet echt. Hè. Ja, het zou e eventueel misschien wel <laughs> passen, maar nee, dat vind ik niet vast. Het is niet meer bij de brand. Nee. Wordt niet meer bij de visie. Nee. Wat is een product dat je graag nog zou willen maken of waar je naar kijkt of, of waarvan je denkt van... Of een concept waarvan je zegt als dat zou bestaan of het, dat kon maken zou ik dat wel echt tof vinden. Nou, ik ben nu bezig met lieve koffjes. Kal ik ben gestopt met wij omdat uh, ja, kalfjes bij de moeder worden weggehaald binnen een uur. En uh, ja, dat is gewoon tegen mijn kernwaarde in. Dus ik dacht, ik wil ook dat dan niet meer verkopen. Mm -hmm. Maar je hebt lieve melk. En dat zijn, uh, is melk van boeren afkomstig die hun kalfje drie maanden bij de moeder laten. En je hebt nu ook een kaasboer die dat doet. Dus nu ook wij. Dus ik ben nu in gesprek om uh, ja, lieve kalfjes uh, wij. Uh, eiwit te maken. Leuk. En die kan dan ook in onze pannenkoeken, want in onze pannenkoeken zitten ook nog wei. En dat vond ik al moeilijk, maar dat had ik dus nog niet vegan kunnen krijgen. Dus dat is wel een hele mooie stap. Dus dan kunnen we toch wel wei uitbrengen, maar dan toch met liefde voor de koek. Ja, op een ethische manier. Ja. Kijk. Brand je dat dan ook? Wat zeg je? Brand je dat dan ook? Ja, Daar dan gaan dat gaan we wel branden. Ja. Ja, ja, ja. Merk je, wat merk je bij, uh, bij mensen die het kopen? Dat ze gaan mensen daar tegenwoordig echt Ik denk dat, veel dat heel veel mensen aan. het niet weten. Ik heb er toen een video over gemaakt en mensen wisten het echt niet. Mensen weten niet dat een koe ieder jaar opnieuw een kalf moet krijgen omdat de melkproductie terugloopt. Dat kalf ja, ja. bijvangst is, kalfjesvlees. Dat ze gewoon binnen een uur in een kruiwagen worden weggereden omdat ze anders onze melk opdrinken. Het is gewoon echt de omgekeerde wereld. En die koe moet, ja, ik heb zelf twee bevallingen gedaan op een natuurlijke manier bevallen zonder keizersnee of ruggenprik. Dat doet pijn. En dat ieder jaar opnieuw dat trauma. En dat is niet alleen het trauma. Het is ook. Maar dat, dat hou je nog steeds natuurlijk. Ook al, ook al heb je wel liever kalfjesmelk, Dat wij continu melk drinken van een koe die zwanger is. Ja. Ja. Ik ben ook echt ervan overtuigd. Het concept ook al heel lang in mijn hoofd. zou op een gegeven moment op grote schaal. Soort van Hollywood. Horrorfilm. Maar ook commentaar op de wereld moeten komen. Waarin je alle. Dingen die wij in de veehandel en, ja. en alle, in de industrie, die we dieren en andere organismen aandoen. Dat je die niet vertaalt naar, naar wat mensen doen. Dus oh ja. dat dat op mensen gebeurt. Oh ja. En dat in die film naar voren brengen. En dat er aan het eind een soort van twist is van. Maar, maar dit maar is ik eigenlijk eigenlijk. Als je zo al laat doen. zien wat we met dieren doen. Dus dat je dat laat zien, dat geschreeuw van die varkens en alles. En gewoon die kippen. Ik red dan kippen mm. van de legbatterij. En die heb ik dan in mijn tuin lopen. Als je weet hoe die er aankomen. die aankomen. Hè? Of een legbatterij mag je dan niet meer zeggen. Nee, want het is geen legbatterij meer. Maar je hebt dan één, twee, 3 sterren. En dan heb je nul sterren. Nou, nul sterren moet je echt gewoon sowieso nooit kopen. Nooit. Ja. Uh, want een kip heeft scharrelgedrag. En dat kan hij niet als hij nul sterren heeft. Want dan... Ze moeten pikken, weet je wel. Nou, dan gaan ze dus elkaar en zichzelf kaal pikken. Ze, ze komen met zulke lange nagels bij mij. Dus omdat ze gewoon niet zo kunnen scharrelen, weet je. En gewoon helemaal... Dat je echt denkt, eet ik hier een ei van als ik weet dat die kipper zo uitziet hoef ik nooit meer een ei zeg maar zo komen ze dan aan en het enige wat ze nodig hebben is gewoon een baal stro waar ze in kunnen pikken dus zet gewoon een baal stro even neer dus weet je waar besparen we, we nou primitieve. Op? ja dat ja. is gewoon het verschil tussen nul sterren en één ster is gewoon een baal stro en dan pikken ze elkaar niet kaal weet je wel dan eet ze elkaar niet op ja. dus ja dat is gewoon het is gewoon ziek het is gewoon verknipt ik denk dat we gewoon echt terug moeten naar meer voor vlees betalen minder vlees eten maar meer voor betalen en gewoon koeien die weer buiten lopen, in de natuur zijn, die hebben natuurlijk ook cortisol levels tot, tot de max die wij gewoon weer gaan opeten. Ja, Maar ja, er is altijd een deel van de bevolking die zegt van, ja, doe maar maar lekker een stukje vlees. Yeah, okay. <laughs> Gehakt worden. In de een aanbieding. Waarom zou die in de aanbieding zijn? Nou, misschien, omdat, misschien aan dat iets aan de hand is. Ja. Uh, nee, dat, ja. Zo, dat heb ik ook ooit gehoord. Ik weet dus niet, ik heb het niet gefactcheckt, maar... Er komt er weer een wilde dat, theorie. Als er iets in de aanbieding is, ja. wat Blauwe Best is in de aanbieding. En het is in één keer bij de Jumbo's een aanbieding, bij de Albert Heijn is, is het een aanbieding. Het zijn precies dezelfde Blauwe Best natuurlijk. Dat is het ergens van een grote handel vandaan halen. Maar die grote handel verkoopt het dus ook goedkoper. Daardoor kan een Albert Heijn of een Jumbo ook korting opgeven. Of ze moeten marketingtechnisch natuurlijk wat mee doen. Mm -hmm. Maar wanneer doet een grote handel iets in de uitverkoop? Als ze er vanaf moeten. Als ze er vanaf moeten. Dus als er wat mee aan de hand is. Zoals er te veel, of te veel uh, pesticiden zijn gebruikt. Of... Sowieso zitten die op blauwe bessen. Die moet je gewoon sowieso niet eten. Nou ja. dat, is, uh, dat en aardbeien zijn de meest bespoten uh, Wel lekker. Maar lekker. Nou Ja, Met dat idee vind ik het dus niet meer lekker. En als er de laatste twee weken geen pesticiden worden gebruikt. Dan is het gewoon doorspoeld. Hè? Maakt eigenlijk niet zo uit. Dan is het gewoon wat? Dan wordt het doorspoeld. Omdat er een vrucht is. Dan Op een gegeven moment dan is het, zit het niet meer in de vrucht zelf. De pesticiden. Kijk, nu komt er een discussie. Ja. Uh, kijk, hier heb ik het niet mee meer in de ik vrucht zelf, wat ja. bedoel je? Nou, als een de laatste twee weken, bijvoorbeeld uh, van, uh, van, voordat het wordt uh, geoogst, ja? wordt er geen, wa geen, worden geen pesticiden meer gebruikt, wordt Er wordt nog alleen maar water gebruikt, uh. waardoor een vrucht zelf ook niet meer die pesticidengehalte heeft, waardoor het wel gewoon gegeten kan worden. Mm. Oké. Okay. Misschien kun je wel nog genieten van blauwe bessen. Nee hoor. Oh. En blauwe bessen. Ja, die eet ik wel wilde, wilde blauwe bessen. Biologisch eet ik. En diepvries ook? Of ja, wilde, wilde biologische blauwe bessen. Die zijn dus ook paars aan de binnenkant. Die oh, niet paars niet wit aan ja. de binnenkant. Ja, het zijn wilde blauwe bessen. Ja. En dan die bio, die eet ik. En waar komen die vandaan dan? Nou? Alleen in diepvries bij de Jumbo. Oh, dan neem ik gewoon een goeie. Ja. <laughs> ik neem wel altijd, altijd zoveel mogelijk diepvries. Ja, maar de, van die worden echt je handen ook paars. Oké. Okay. Die, die afgeven. Echt. Ja. Oh, ja. Nou, ja nee, ik ik het vind wel. het bizar dat het tegenwoordig zo moeilijk is om gewoon puur eten te eten. Ja, hoe normaal is het dat je een banaan uit uh, Zuid-Amerika binnen vijf dagen in Nederland wil hebben? Ja. 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 Dat, is, uh, dat is waar. Ook best wel een gek idee toch? Nee. Ja, maar als we dan alles over op een hoop gooien, denk ik wel dat we eerder stre van stresskanker krijgen als van eten. Nou, dan heb ik een probleem, want ik heb het allebei veel te veel. Slecht eten en stress. Nou, ik wil jullie adviseren om naar mijn theatershow te komen. Aha. En jij ook mijn boek te lezen. Nee, jullie allebei. Ook en allebei. Plezen. Ja, ja. Okay. Gagertreken. Gagertreken. Dat kan bij, De vriendelijkheid gaat wat omlaag. Hmm. De, dat pleasen gaat dan ook weg. Dat goed. Faya, dankjewel. Ja, jullie bedankt. Het was, dat was leuk. Gesprek. Ik ben een hoop geleerd. En, uh, tot de volgende. Is goed. Tot Ciao. de volgende.